heeft er inmiddels vast van gehoord. De Great Reset, een term van het World Economic Forum van de onbekende Duitse James Bond-boef, Klaus Schwab. Tal van filmpjes laten zien wat voor enorme toekomst ons boven het hoofd hangt als dat World Economic Forum en alle leden die daar zitten, en dan hebben we het over de hele wereldelite, inclusief onze koning en koningin, als er gebeurt wat zij willen. Dan breekt de hel los. Een van hun belangrijkste dingen is bijvoorbeeld dat wij in het jaar 2030 geen privébezit meer hebben en we allemaal gelukkig zullen zijn. Nou. Hoe dan ook, deze epoch nummer 10, het tiende nummer van ons prachtige magazine, dat is populairder dan ooit. Hiervan is ook de eerste druk al uitverkocht op de dag dat die verschijnt. En de tweede druk is in gang gezet en zal voor de kerst nog bij de bestellers op de mat vallen. Van harte aanbevolen dit nummer. Niet in het minste omdat wij als blauwe tijger genoemd zijn in de NCTV-analyse van het ministerie van Justitie als een soort van terreurdreiging. Wij hebben dus in deze epoch een staatsdreiging-analyse gepresenteerd. Wat is de toestand van de dreiging die van de staat uitgaat naar de burger? Dat leest u allemaal en veel meer dan dat in deze zeer mooie en rijk geïllustreerde epoch, waarin u op de hoogte bent van de hele agenda die u te wachten staat wanneer wij niks doen. U kunt dit nummer ook in een abonnement bestellen. Als u zich abonneert, dan kost dat maar €59 per jaar, los €20 per stuk. Dus dan krijgt u 4 nummers voor €59 en bovendien een gratis boek bij uw abonnement. En dat is bij dit nummer, dus wanneer uw abonnement ingaat bij dit nummer, krijgt u gratis Corona, Vals Alarm, de grote bestseller uit Duitsland. Ja, kunnen we u nog meer overhalen om zich te abonneren op dit mooie tijdschrift? Ik zou het niet weten, dus ga naar www.epoch.media en daar kunt u zich abonneren. Van harte welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Switzer en we zijn na een paar weken hard werken aan de nieuwe boeken weer terug in de studio met een nieuwe opname, een nieuw tafelgesprek met zeer interessante gasten. We gaan het vandaag hebben over heel veel zaken die u heel erg belangrijk moet vinden en waarschijnlijk waar u nog niet zoveel van weet. Natuurlijk gaat het over nepwetenschap en gekochte journalisten en rechtspraak die een beetje uit de richting loopt. Maar we gaan het ook hebben over kartels die door de overheid zelf opgebouwd worden om andere mensen erbuiten te houden. We gaan het hebben over een aantal hele belangrijke voorbeelden van hoe ons bestuur in Nederland in elkaar zit aan de hand van mensen die er heel veel van weten en die daar al zeker 20 jaar tegen vechten, heel veel zaken hebben lopen en hebben gehad. En ja, daar gaan wij ons voordeel mee doen, want dan willen we laten zien hoe dat precies in elkaar zit. Er zijn heel veel onzichtbare machtsstructuren in dit land die heel veel data verzamelen over u en mij en over ondernemers. En als u met uw hoofd daar een keer met een rood lampje boven komt duiken, ja, dan valt de machine over u heen. We zitten aan tafel met Jeroen Pols, welbekend van Viruswaarheid, en met Jan Engel. Minder bekend van Viruswaarheid. Ja. Van harte welkom. Beide uit Rotterdam, Haarlem, gereden naar Groningen vandaag. Heel fijn dat jullie in de studio zitten. Dank voor de ontvangst. Voor een heel belangrijk gesprek. We kwamen er eigenlijk toevallig op. In een nagesprek van met Viruswaarheid een paar weken geleden ontstond er een heel interessant onderwerp. Je vertelde wat voor werk je deed, wat voor zaken je onderhand tegen de overheid gevoerd hebt. En ja, mijn oren tuiten. Niet alleen omdat ik heel veel nieuwe dingen hoorde, maar ook een paar bekende. We hebben namelijk in september een mooi interview gehad in Duitsland met Frits Zeelen. En dat ging over hoe hij door de Duitse overheid, de Belastingdienst, daar helemaal de prak in is gedraaid. Tonnen zijn er gestolen, nooit meer teruggehad. En die zaak die hangt zogenaamd. Jaren later nog niks teruggehad. En we hebben ook een aantal keren hier de klokkenluider uit Limburg, Erik Lemmens, in de studio gehad over met name bestuurlijke corruptie, corruptie bij de politie. En toen kwam een instantie naar boven waar ik nog nooit van gehoord had en dat is het RIEK. Jan, jij noemde het RIEK tegen mij. Ja, het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum. Kijk, ja. Het is grappig, want er zijn niet veel mensen die daar wat van af weten, die er ooit van gehoord hebben. Terwijl, het is niet verborgen, ze hebben een eigen website, je kan er toch nog wel wat aardig over vinden. Maar ik denk niet dat veel Nederlanders in de gaten hebben wat dat
voor orgaan is en wat het precies doet. En ook de gigantische impact die het kan hebben. Ja. Nou, bij Erik Lemmens zag ik dus iets heel bizars. Er was een RIT-rapport opgemaakt van een zaak waar hij in zat, waar hij iets mee had, was over hem. En dat was een officieel rapport. En er stonden een aantal mogelijkheden bij en overal stond NVT. Twee kantjes en dat was getekend, dat was het RIEK-rapport. Ja. En dat was blijkbaar een heel belangrijk rapport in zijn hele zaak. Ja. Maar, iedereen kan natuurlijk een leuk rapportje maken, maar we zouden ons eerst moeten afvragen, wat is het RIEK dan? Waar dient het toe? Dat kwam bij ons ook niet helemaal eruit, wat het precies is. Hij had wel een idee, maar jij hebt echt heel lang al te maken met die instantie, Jeroen, jij ook. Het is niet toevallig dat je dat niet zo snel eruit distilleert. Dat is ook opzettelijk zo, want het is niet een organisatie die je graag in het schijnwerpen zet. Omdat daar, naar ons idee, na zoveel procedures en zoveel informatie, dingen gebeuren die in ieder geval volgens de uitleg van de wet niet zouden moeten kunnen. Jeroen heeft daar bij de BPOC al enige toelichting bij gegeven. Buitenparlementaire onderzoekscommissie. Uitleg bij gegeven. Misschien moet je dat even herhalen. Misschien is het wel een goed idee om even hoe wij... Ik doe natuurlijk heel veel voor viruswaarheid. En mensen denken dat ik ineens als een paddenstoel uit de... Jullie werken al heel lang samen. We werken al bijna 20 jaar samen. Ja. En Willem Engel is broer van Jan Engel. Broertje, hè? Ja. Willem, je ziet het. Even de rangorde. Toen dit hele coronaverhaal begon in maart, dat was voor mij een... Déjà vu. Ja, een herkenning. Het was geen feest, moet ik zeggen, maar ik herkende alle elementen waar wij al 20 jaar tegenaan liepen. Ja. Als je kijkt naar de manier waarop de media verslag deed, heel herkenbaar. Dat aanvoeren van anekdotische bewijzen. Er worden anekdotes, zoals in Italië, Bergamo heb je dan een kist. Daar ga je dan op focussen. Je hebt het niet over feiten, je hebt het niet over gegevens, je hebt het over verhalen. De feiten van die corona, dat hele coronatoestand, die feiten die bleven heel, heel lang zo ver mogelijk bij ons weg. Wij kregen nog steeds. Nog steeds niet echt. Nee, oké, maar wij als burgers, van Rob Elens tot Willem Engel, dus het hele spectrum wat nu met corona bezig is. We hebben ongelooflijk ons best moeten doen om er ook maar iets van te weten te komen. Ja. En dat hebben we allemaal zelf moeten doen. Ja. Precies. Ja, en dan heb je allemaal wetenschappers, pseudo-wetenschappers, die er allemaal verhalen vertellen. Niet feiten, niet wetenschappers, maar allemaal... Ook allemaal rookgordijnen opwerpen. Het zijn projecties, potentiële gevaren. En dan kom je... heel ernstige gevolgen, ja. Dan kom je natuurlijk bij het belangrijkste. Het is een samenleving volledig inrichten in de strijd tegen een onzichtbare vijand. En dat is precies wat het RIEK ook is. Dat zien wij al 20 jaar. Dat doen zij. Dat doen zij. En hier is het natuurlijk een onzichtbaar of een potentieel virus. Mm-hmm. En in het RIEK gaat het over, daar begon het mee, ondermijnende criminaliteit. Aha. En die is zo gevaarlijk, die zie je niet. Maar vertel eens, wat voor spil... is RIEK eigenlijk? Hè? Het is een draaischijf van heel veel andere diensten. Het is een convenantorganisatie. Dus het is een organisatie zonder wettelijke persoon. Geen wettelijke grondslag. Okay. Het is alleen maar een samenwerkingsverband. Er is geen wet die het RIEK geregeld heeft? Nee. We hebben met er is een wet voor de SER. Een zweem van legitimiteit aan te geven, maar... Ja. Het heeft geen rechtspersoonlijkheid. Je kan ze niet voor de rechter dagen. Nee. Het bestaat gewoon niet. Als rechtssubject niet, nee. Nee. En het is een overlegsorgaan. Ja. Daar zitten veel politieambtenaren in. Het Openbaar Ministerie zit erin. De marechaussee, de FIOT, de SIOT, de gemeentes, de GGD. Vaak ook nog banken die meedoen op projectbasis. En dan zitten er een heleboel ambtenaren bij elkaar. Dan maken ze een heleboel mooie papieren. En uiteindelijk wat ze doen is, zij gaan open bronnen en enkele gesloten bronnen, letterlijk uit de procesbeschrijving, gaan ze combineren en veredelen en dan gaan ze vergaderen en dan gaan ze een interventieadvies maken. Mm-hmm. Let wel, hier is nog geen enkele sprake van een verdenking. Of en dit wordt allemaal niet verteld. Okay. Dat krijg je ook niet medegedeeld. Okay. En dan gaat er geïntervenieerd worden. Ja, maar je moet even een stap terug, hè? Want wat doen ze eigenlijk? Ja. Nou.
Zij zeggen, ja, het strafrecht is niet geschikt om... Hè, want die criminelen waar wij tegen vechten, die zijn zo ongelooflijk slim en zo uitgekookt. Ja, daar is het systeem niet op gebouwd. Dus wij moeten... Dus, zij beschermen het rechtssysteem. Buiten door er buiten te gaan. Ja, precies. Ja. En wat doen ze dan? De strafrechtelijke aanpak moeten we uitbreiden met fiscale, bestuursrechtelijke. Ja. Alleen, in het strafrecht hebben we waarborgen. Hè, een eerlijk recht op een eerlijk proces. Dat hebben we in het bestuursrecht. En in het fiscale recht natuurlijk helemaal niet. Nee. Ja. En dus één overheid, een integrale overheid, tegenover die arme, kleine, weerloze burger. Maar ze zijn eigenlijk aan het complotten, theoretiseren. Nou ja, het is geen theorie. Ze projecteren alle... Ja, nou ja, complotdenkers die worden geacht om ergens een complot te zien waar die niet zou zijn. Ja, zij zeggen van... het is normaal bij ons, in ons rechtssysteem, is de taak van politie en justitie. Als iemand wordt verdacht, ben je niet verdacht, is er geen redelijke verdenking, hoort een overheid zich niet met jou bezig te houden. Maar wat doen zij nou? Zij volgen hun onderbuikgevoel. En daar schamen ze zich ook niet voor. Dat staat ook letterlijk op de website. Ze geven ook alle ambtenaren geven ze cursussen van... Als jij iemand tegenover je hebt, zelfs als jij komt voor een bouwvergunning, gaan ze je eerst even op de weegschaal leggen. En even kijken of je het niet met andere dingen bezig had. Het is helemaal niet de taak van een ambtenaar. Nee. Wij hebben al een woningtoezicht of waar je dat aanvraagt. Ja. Die hoort alleen maar te kijken naar jouw aanvraag. Ja. Nee, we gaan alle instanties en alle organen gaan we inzetten voor criminaliteitsbestrijding. Hetzelfde als je... Ja, ondermijnende criminaliteit. Ja. Niet zomaar criminaliteit, ondermijnende criminaliteit. Bestaat niet, komt nergens voor. Dus je hebt de bovenwereld, de nette mensen, en dan heb je de onderwereld. Ja. Maar ondermijnende criminaliteit is eigenlijk nog onzichtbaarder. Nee, precies, want die zit er ergens tussenin. Ja. Die is zo gevaarlijk, die zie je niet. Ja. Maar jullie ondernemen in het vastgoed, zou ik het zomaar zeggen. In van allerhande, dus Rotterdam en elders. Nou, Rotterdam doen we natuurlijk niet meer, maar misschien wel grappig om te vertellen hoe dat... Ja. Want dat begon in Rotterdam. Ik wil natuurlijk wel een voorbeeld, een anekdote. Gaat het in zijn werk? We zijn eigenlijk van dag één bij betrokken geweest bij de voorloper van het RIEK. In Rotterdam had je een pilot en dat heette het Aleida. Project. Dat was de voorloper van die hele RIEK-opzet. Ja, dit was, was landelijk opgezet dan. Onder Opstelten. Die staat natuurlijk niet bekend om zijn rechtsconformiteit. Je moet gewoon doen wat je moet doen en het maakt niet uit of wetten en regels die we hebben. En ik begon voor zijn vader te werken, bijna 20 jaar geleden. Ja. Okay. Die had heel veel onroerend goed in Rotterdam. En er was iets heel raars aan de hand. Want al die onroerend goed-eigenaren, niet alleen zijn vader, maar ook anderen, mensen die veel panden bezaten, die kregen in één keer alle diensten over de vloer. De milieudienst en de bouw- en woningtoezicht en de politie. En ze kwamen allemaal even langs. En gingen we allemaal even zeggen wat er aan schortte overal. Precies. En je denkt, hè? Hè? Voordat je in de gaten hebt wat er gebeurt, dan ben je eigenlijk al onder de voet gelopen. Maar dat bleek later natuurlijk ook de opzet. Ja, dat was de bedoeling. Ja. Ja. Dus een lijst bleek er te zijn, dat wisten we niet. Er waren alleen maar vermoedens. Het was alleen opvallend dat steeds bouw- en woningtoezicht bijvoorbeeld, die gingen... En dat was helemaal grappig met bouw- en woningtoezicht. Dan had je één straat en er waren 10 panden die waren misschien aan de gevel een beetje verfomfijt. En dan was er dat ene pand, namelijk dat van ons, dat was aangeschreven. En de rest deed niks, die hoefde niks te doen, maar wij... Bij ons werd er dan een aannemer aangewezen die voor €400.000 een pand opknapte. En dan gingen we daar kijken. Er werd aangewezen? Er werd aangewezen door het bouw- en toezicht. Van, jullie, die aannemer gaat nu op jouw kosten dat in orde maken. En dan maakten wij foto's. En dan kwamen we later in zo'n procedure terecht. Ja. En die rechter zegt tegen mij, over mijn foto's. Ja, u ziet toch dat renovatie behoeftig is? Ik zeg, ja maar meneer, dit is de toestand na die rekening van 400.000. Dus zo'n aannemer vernachelt jouw pand? Nee. Oh. Die stuurt een hele grote rekening naar de gemeente. De gemeente die betaalt die klakkeloos en die gaat hem verhalen bij ons. Terwijl er nog niet de helft van de werkzaamheden daadwerkelijk uitgevoerd zijn. Okay. En de buurpanden die in dezelfde staat verkeren, worden niet aangeschreven. Nou, het idee was erbij... Jij noemde zwarte lijsten. Ja, de klootzakkenlijst, zo noemde de gemeente dat zelf. Oh, dat is later uitgekomen. En dat is waar we Rotterdam al 20 jaar van kennen. Hè? Dus er zijn een reeks aan wethouders geweest, zoals Hugo de Jonge, Joost Eertmans en Marco Pastors. Die allemaal met ferme taal. Ja. En ze gingen dit aanpakken en ze gingen onderklasse vrouwen steriliseren. En dit en dat. En dat was allemaal...
En een groep die uitgeroeid moest worden waren pandenbezitters. Ja. De gemeente klootzakken. Gemeente Rotterdam is de grootste eigenaar van afbraakpanden in Rotterdam. Ja. Maar als je dan de focus richt op die mensen die het wagen om voor kamers geld te vragen. Hè, want er zijn huisjesmelkers. Ja, die moet je aanpakken. En het doel eigenlijk daarvan was onteigenen. Hoe deed men dat nou? Als iemand 100 panden had, schreef je gewoon 100 panden tegelijk aan. Dat was een aanschrijving op basis van de woningwet. Aha. Dat betekent, je hebt 3 maanden tijd ja. om dat pand deze werkzaamheden te verrichten. En dan doe je ze allemaal tegelijk. Ja. En anders gaan wij een aannemer voor jou inschakelen. En die aannemer die schrijft wat hij net zegt, dan een gigantische rekening. En dat ging over. Het grappige is, de gemeente heeft daar een bedrijf voor opgericht. Nee. Wij kwamen in het getuigenvoor, kwamen op het spoor dat ze dat van plan waren. En ze hebben nooit toegegeven dat ze het gedaan hebben. Maar die aannemer die 80% van al die uitvoeringen deed, dus niet alleen het pand van ons, maar ook alle anderen, die bleek een of andere hele duistere cv-constructie te zijn met uiteindelijk een aannemer ergens in het oosten van het land, die normaal nooit in de hele regio aan het werk was. Ja. En die had van de 10 miljoen die er verdwenen is, 8 miljoen gefactureerd. En Dik of Spindler. Dik of Spindler. En het leek alsof Dik of Spindler, alsof dat het bedrijf Dik of Spindler was uit het oosten van het land. Maar het was een cv die ze daar speciaal voor opgericht hadden. En die hadden 0 omzet. En die gingen in de jaren dat zij daar aanschrijvingen deden, gingen dat naar 10 miljoen omzet. Ja. En daarna was hij weer verdwenen. Tja, geld weg. Ja, en daar is een. Waar gaat het heen dan? Nou ja, dat was de vraag. Wij zijn daar helemaal ingedoken. We hebben aangifte gedaan, strafrechtelijke aangifte. Ja. We hebben daar een artikel 12-procedure over gevoerd. Want de ambtenaren van Bouw- en Woningtoezicht, die zaten daar middenin. Ja. En ik weet nog heel goed, we zaten daar. Ja, dat was met die foto's. Bij het gerechtshof. Dat was. En toen zei die advocaat-generaal, ja, hier zoveel aan de hand. Aan de hand. Ik ga aanbevelen om een onderzoek te starten. Ja. Is die zitting geschorst. En dan kwamen de volgende, was de advocaat-generaal gewijzigd. En in één keer zegt nee, er is geen enkele aanleiding. Stonden binnen 10 minuten stonden we buiten. En we, hè? Zaak weg. Ja. En we hadden goed contact met een journalist. Die wilde dit verhaal naar buiten brengen. Want het was echt explosief, dit. Ja. Hoge ambtenaren die daarbij betrokken waren. Ja. Maanden onderzoek gedaan. Steeds samen stukken aangeleverd. Ja. Van op de een op de andere dag, man niet meer te bereiken, wilde niks meer weten en het stuk werd niet geschreven. Hmm. Is hij onder druk gezet of? nooit meer teruggevonden. Nee. Maar de verantwoordelijke bij de gemeente die verdwenen via de achterdeur. Ja, dat is wel leuk om te noemen, hè? De tegenlicht, de regels en het spel. Ja. De meneer Ter Steeg. Een documentaire van tegenlicht, van de VPRO. Ja. Van 2004, denk ik. Okay. Maar dat was in de tijd dat ik begon als jurist. Ja. En wij gingen overal tegenin. Ja. En zijn vader zei ook van dit accepteer ik niet wat hier gebeurt. En had je handen vol. Ja. We hebben jarenlang een slag in de ronde. Het werd echt zo erg dat ik op een gegeven moment dacht ik trek dit niet meer. Maar dat dachten ze bij de gemeente ook. Ja? Ja, echt? Ja. Die hebben toch onbeperkte mogelijkheden? Ja, maar wij deden dat natuurlijk met iets wat gereduceerd budget. Het kost ons 10% ongeveer van wat de gemeente het kost. Dus op een gegeven moment was er voor de gemeente een extra motivatie om ook daar maar eens een eind aan te breiden. Ja, oké. Okay. Ja, en dus uiteindelijk zijn we gaan onderhandelen met de gemeente. En die hebben zijn vader uitgekocht met de voorwaarde dat hij geen onroerend goed meer zou bezitten in Rotterdam en omstreken. Maar en op basis van wat voor verdenking? Geen. Niks. Maar dat. Ja, hij moest gewoon weg uit Rotterdam. Ja. En dat werd dan. Als voorwaarde. Omdat ze aasden op die huizen of moesten die in bezit van een andere. Nou kijk, als je bedenkt dat de gemeente of de woningcorporaties tienduizenden woningen bezitten en uiteindelijk die laatste portefeuille om 110 woningen ging. Dan van je vader. Ja. Dat ging dus eigenlijk nergens over. Nergens om, nee. Dus uiteindelijk blijft natuurlijk alleen maar het politieke verhaal eruit. Ja. Want feitelijk gaat het nergens over. En helemaal grappig natuurlijk is dan om te zien wat er verder met die panden gebeurt. Want het verwijt was altijd dat die huisjesmelkers, die verloederen de boel. Ja. Maar de gemeente deed niet heel veel beter in de jaren daarna. Hm. Maar gaf wel honderdduizenden euro's gemeenschapsgeld uit. Maar dit is het kenmerken, het framen van bepaalde groepen. Ja. Die huisjesmelkers, terwijl
Kijk, die mensen die die huizen, die verhuren dat aan mensen, omdat zij geen woning krijgen van de gemeente. Weet je? Ik bedoel, nou ja, zij... En nog een stap terug. Kijk... Ja, die wachtlijsten zijn waanzinnig. Nou, maar niet alleen de wachtlijsten. Rotterdam was een havenstad. De haven mechaniseerde. En er staan hele wijken leeg. Dat was een beleidsfout. Yo. Daar hebben ze nooit over nagedacht. Aha. En ja, die wijken verloederden. Of daar kwamen nieuwkomers in. Waar ook geen woonruimte voor gezorgd was. Mm. Alleen, ja, daar werd de gemeente op aangekeken. Dan moet je natuurlijk een schuldig hebben. Je kan niet zelf zeggen dat je zelf schuld bent. Dat kan natuurlijk niet. Nee. Dus nou, dan zoek je... Oh, kijk, daar heb je klootzakken. We maken een lijst met klootzakken en die gaan we de stad uitjagen. Letterlijk citaat. Van die lijst is alleen zijn vader is niet failliet gegaan. Ja. De rest is iedereen is in een faillissement gedreven. Ja. Wij dachten van, nou, dit is mooi afgerond... Alleen we hebben een grote fout gemaakt. Ja. Want wij dachten dat je de als je een deal maakt met de overheid, dat je dan... Dat ze zich daaraan houden? Dat ze dat aan houden. Ja. Wat ging er mis? Nou ja, kijk, zijn vader had ook Fort Oranje een eigendom, al vanaf 2001 geloof ik. Ja. En, een camping bij Breda, toch? Ja, dat was een grote familiecamping van 23 hectare. Dag 24. Of 24, bijna 24, ja. En... zijn vader is nadat hij uit Rotterdam weg is gegaan, is zich helemaal op die exploitatie van die camping gaan richten. Maar wat gebeurde er nou? Dat geld wat aan hem betaald is, dat wilden ze terughalen. En vanaf 2009 of 2010, toen is het RIEK begonnen. 2009 is het RIEK opgericht. Ja, als opvolger van dat Aleida-project. Ja. Dus. Ja, en die camping was echt een georganiseerde familiecamping. Er was niks mis mee. Die mensen die hadden daar een staakerven vanuit Rotterdam en Den Haag. En die gingen daar de weekenden naartoe. Allemaal vaste huurders. Vanaf 2009, 2010 ging de gemeente Zundert ineens heel intensief handhaven en controles en inspecties. Dat ze niet bewoond mochten worden of zo? Nee, van alles. Ook de milieudienst en de bewoning en de branddingen. Dat was allemaal handhaving. Handhaving. En daar begon het spel opnieuw. Ja. Dus toen weer ene procedure na de andere. Tjonge. Tot aan de Raad van State. En met een paar keer heeft die gemeente geprobeerd om die camping te sluiten. Maar dat mislukt, omdat we uiteindelijk gelijk kregen bij de Raad van State. Dus dan, maar door al die acties... In welk jaar was dat de Raad van State dat zei? 2011, denk ik. Ja, ik denk het wel. Ja. Want dat was op basis van een asbestrapport. En ze wilden dat... Ja, maar ook de brandblusmiddelen. Er waren een heel aantal gronden die ze toen aanvoerden... En dat bleek allemaal, dat bleek geen grond om die camping te sluiten. Dus wij kregen gelijk. En die burgemeester die was heel ambitieus. Die dacht dat wel even te regelen. Maar dat mislukte. Wat gebeurde er vervolgens? Vanaf toen is de regie, denk ik, in handen gekomen. Niet meer bij de gemeente, maar bij het RIEC. De toenmalige staatssecretaris Steven is zich daar persoonlijk mee gaan bemoeien. Dat was in 2013 was dat. Ja. Daar kwam het RIEK-project Maisveld. Oh. Zag daar het daglicht. Ja. En het doel daarvan, we hebben enorm veel procedures gevoerd om überhaupt stukken boven water te krijgen. Want het is allemaal geheim, allemaal een beetje... schimmig. Ja, want als je het gaat wobben, krijg je een zwart gelakt veld terug. Dan krijg je niks te zien. Dus helemaal niks. En hoe krijg je dat voor elkaar om dan toch documenten te krijgen? Af en toe, dan zit er iets tussen. We hebben ook een wet politiegegevens. Nou, maar dat bezoek van Teven hebben we gewopt. En toen hebben we het helemaal uitgeprocedeerd. En uiteindelijk in hoger beroep iets meer, een aantal regels minder gelakt gekregen. En daaruit konden we een heel aantal dingen opmaken. Okay. En één daarvan was het ontnemen... Nee, dat was later. Dat was pas bij een inzageverzoek AVG en WPG. Dat is in 2013 afgesproken, daar spreek ik over. In 2013 is afgesproken ontnemen. En daar kwam je later pas achter. Ja. Dus dat is... Nee, want dat stuk wat jij bedoelt is uit 2016. Oktober, 31 oktober 2016. Dat is het nieuwe, Riek. Daar staat letterlijk in het ontnemen. Ja. Er wordt ingezet op het ontnemen van subject Engel. Okay. Maar goed. En wat moest er ontnomen worden? Fort Oranje? Vermogen. Ja. Moest en, dat kan ook Fort Oranje zijn. Maar, maar justitie heeft, of het OM dan, heeft er is een wet te pluksen. Mensen die criminelen met veel geld, als na een veroordeling mogen die dingen ontnomen worden. Strafrechtelijk. Maar waar sloeg dit dan op?
Dat vragen wij ons ook af. Dan daarbij, saillant is dan om te weten dat op dat besluit, daar waren geen mensen van het Openbaar Ministerie aanwezig. Dus de mensen die daar aanwezig waren, ja, die waren van organisaties die helemaal het ontnemingsrecht niet ter beschikking hebben. Ja. En ook daar weer zie je het aanmeten van niet bestaande bevoegdheden, is iets typisch voor het RIEK, maar dat zien we nu ook terug. Want even voor de duidelijkheid, wat het RIEK doet, kan helemaal niet. Hè? Wat zij doen, is zij alle... Maar misschien moeten we eerst even de geschiedenis door en dan... Ja, dat is goed. Ja. Prima. Ja. Dus toen hebben we dat nog gewonnen bij de Raad van State. Kwam Teven daar met een project en wij zijn eigenlijk vanaf dat moment constant bezig geweest met een WOP en nog een WOP en een inzageverzoek AVG en een inzageverzoek wet politiegegevens. En elke keer weer opnieuw. En elke keer, of ze maken ze een foutje, vergaten ze wat weg te lakken. En was weer de tijd verder, dan konden ze weer iets anders vrijgeven. En zo zijn we constant bezig geweest met het puzzelen van elk stukje informatie. Terwijl, formeel natuurlijk, het allemaal verstrekt en medegedeeld had moeten zijn. Mm-hmm. Tot wat later bleek, het maïsveld opnieuw leven ingeblazen werd. En dat werd bloedkoraal. Oh. En bloedkoraal resulteerde uiteindelijk in dat ze met 200 man politie naar binnen gestormd zijn. 1200 mensen uit hun huis gejaagd hebben. Op Fort Oranje. Op Fort Oranje. Hebben ze huizen platgedrukt? Ja, die zijn wel verdwenen. Zo. Ze hebben 800... Nee, het zijn 600 caravans of iets dergelijks. Ja, met de dubbele bij. Want in de media zie je dan nog beelden van verloederde caravans en dergelijke. Ach, die zaten er ook bij. Maar ook dat, kijk, ook daar weer. De gemeente heeft geen antwoord op woningnood. Er wordt vanuit de gemeente Zundert, vanuit de gemeente Rotterdam, Breda, Den Haag, diensten justitiële inrichtingen, worden actief mensen naar Fort Oranje gestuurd. Heel veel mensen die daar stonden, die waren overal weggestuurd. Dus ze hebben eerst die camping helemaal volgeladen met onderkant van de samenleving. Die mensen die echt... Sterker nog, ze zijn eerst begonnen met het wegpesten van de mensen die daar gewoon in het weekend met hun familie wat kwamen doen. Want, Hoe werd dat weggepest? Met milieumaatregelen? Als jij voor je rust in je weekendhuisje gaat zitten en dan komt die controleur langs en dan komt die controleur langs en dan komt die langs en dan komt die vervelend doen. Ja, op een gegeven moment, dat zou ik ook doen. Ja. Ga ik ergens anders mijn heil zoeken. Al die chalet-eigenaren, waren dat huurders of kopers? Allebei. Dus die werden allemaal lastiggevallen door inspecties? Ja. Constant. Ja. Ja. Die verloederde caravans die ze altijd lieten zien, dat waren caravans die zijn achtergelaten door mensen die er genoeg van hadden. Hmm. En waarvan de caravan niet meer genoeg waard was om nog te verplaatsen. Okay. Dat zijn de beelden die ze lieten zien, maar dat hebben ze zelf veroorzaakt. Ja. Hoeveel plekken heeft die camping gehad? Formeel, volgens de vergunning, waren het 712 plekken. Maar er waren een hoop mensen met dubbele plekken, dus dat waren er 600 of zoiets ergens. Oké. Okay. Ja. En ze zijn dus binnengevallen op een gegeven moment. In welk jaar? Dat is in 2017. 23 juni. Ja. Wat deden ze? Ze kwamen met een aanzegging van de camping moet dicht. Woningwet. Op basis van de woningwet, wat helemaal niet van toepassing was. En ik weet nog heel goed, dat was 9 juni. Want bewoning mag niet, dat is recreatief. Nee, het mag wel. Oh, okay. Dat was de grap, want het stond gewoon in het bestemmingsplan wat ze al 30 jaar hadden moeten doen. En waarom is de woningwet dan niet van toepassing? Omdat het ging, wat ze gedaan hebben, is, die hebt een bevoegdheid in de woningwet om een gebouw of een terrein behorende bij een gebouw of een erf, om dat in beheer te nemen als dat niet goed onderhouden wordt. Okay. Maar een camping, die valt daar niet onder. Het is niet een erf? Nee, en ook geen, ook geen terrein. Maar dan is er een andere wet die daarop... In het rapport van het Instituut Fysieke Veiligheid kan je ook heel leuk lezen dat... Dat een spitsvondigheid was van de AKD-jurist. Spitsvondigheid? Die had op het laatste moment nog een grond gevonden. Daarop kunnen we binnenvallen. Ja, ja. Nou, dat is kenmerkend. Hè? Je leest allemaal bevoegdheden in de wet die er helemaal niet zijn. Nee. Hè? Maar dat is ook nog, hè? Nogmaals, dat is natuurlijk corona ten voeten uit. Ja. Er is een potentiële mutaties en dit. Ja, dus doen we een avondklok. Maar de ziekenhuisopnames zijn al maanden stabiel en gaan naar beneden. Ja, maar dat is een indicatie, een signaal voor de bevolking. We lopen nu al vooruit op de derde golf.
Alles gaat nog naar beneden, maar die... Ja. Nou ja, dat klopt, ja. Ja, en we kregen die aanzegging. Nou, toen ik de aanzegging zag, toen dacht ik van, nou... Wij zeiden tegen elkaar, dit klopt niet. Dit kunnen ze niet menen. Met deze aanzegging, wat zit erachter? Want dit klopt niet. Maar daar ben je, neem ik aan, tegen in beroep gegaan. Nou, dat was alleen maar een aanzegging nog. Dus we hebben een zienswijze gegeven, kort voordat de zienswijze zou verlopen. En toen hebben we gezegd van, wij gooien de handdoek in de ring. We hebben zoveel jaren al geprocedeerd. Wij geven het op en we gaan de camping sluiten. We geven gevolg aan de aanzegging van de gemeente. Ja. En we geven de bewoners, we hebben 2 weken de tijd om te vertrekken. En dan gaat het op slot. Okay. Dus stoppen ermee. Ja. Maar dat was kennelijk niet de bedoeling. Want toen bleek dat alles wat in die aanzegging stond, namelijk dat ze voor iedereen vervangende woonruimte zorgden, dat alles geregeld was, bleek allemaal niet waar te zijn. Oh. Nou. Dus ze konden hun eigen aanzegging niet waarmaken. Nee. Ze gingen ervan uit dat alles dat wat zij er doen, tegenin wij gaan er altijd tegenin. Ja. En nu deden we een keer iets anders. Ja. We zeiden, we gaan er helemaal niet tegenin, dus we gaan gewoon sluiten. Ja. En toen was de paniek compleet. Ja. En ik weet nog, toen die dag zat jij bij Jinek. Ja. Ik zat bij Umberto Tan, heet hij, hè? Ja. Die avond. En toen spraken we nog, wat gaan ze nu doen? Ja. En Jan zei, morgen gaan ze met geweld nemen. En jou. Ja. Dus dat was de dag nadat je de camping had gesloten, of tenminste mondeling had aangekondigd, we gaan sluiten, en een dag later vielen ze in. Terwijl je eigenlijk doet wat zij zeggen. Ja. Zij zeggen, je moet gaan sluiten. Ja. Ze zeiden, oké, we gaan sluiten. En dan pakken ze het met geweld. Ja. Want dat was niet de bedoeling. En toen hebben ze met geweld het open gehouden. Dus eerst zeg je, het moet sluiten. Ja. Vervolgens vallen ze binnen om het open te houden. Ja. Hebben ze ons een gebiedsverbod gegeven op de eigen camping, op de eigen terrein. Mochten we niet meer komen. En toen is het hele circus begonnen met wat we nu ook zien in de coronatijd. Met media-framing. Media-momentje. Moest diezelfde middag nog een wagen worden afgevoerd. Ze hebben een spindokter ingehuurd. Jack de Vries. Nee. Ja. Die deed de communicatie voor de gemeente. Okay. Of in ieder geval de... Dus ik heb Jack... Was dat de staatssecretaris? Ja. Nee, echt? Ja. Echt waar? Ja. Zo. Dus ik heb Jack gebeld. Ik zeg, Jack, ik heb dat besluit gekeken. Ik zeg, jullie kunnen toch niet menen dat dit bij de rechter stand houdt? Ik zeg, weet je wat? Stop hiermee en laten we dit op een normale manier afhandelen. Ja. Het was juridisch, was het echt zo'n wrakhout. Ik denk, dit bestaat gewoon niet dat je dit serieus meent. Nee. En tot bij onze verbazing zei ze, nee hoor, laat... Geen behoefte. Klik. Doe niet. En, heeft het er verstand gehouden bij de rechter? Het is nog niet voor geweest. In 4 jaar tijd is het nog niet voor geweest? Nee. We hebben toen een paar voorlopige voorzieningen aangevraagd. En die werden echt op zo'n absurde manier afgewezen. Ja. Maar... Nou ja, de eerste voorzieningsaanvraag... die werd afgewezen omdat de gemeente beloofde... dat alle wagens met een waarde van boven de 1000 euro... dat die netjes opgeslagen of in ieder geval... En toen bleek achteraf dat ze dus ook de wagens met een waarde van 30.000, 40.000 euro... allemaal platgedrukt hebben. Alles vernietigd. Gewoon met een bulldozer of... Ja, dit is allemaal naar een sloopbedrijf gegaan. En die heeft het allemaal platgedrukt en in ieder geval is verdwenen. Ja. En tot op de dag van vandaag is onduidelijk op welke titel ze dat... Ja, dat zijn gewoon eigendommen van... Dit is van hetzelfde camping. Als Tom, je hebt een mooie boerderij. Ja. Ze gooien hier eruit en ze breken je hele boerderij af. Ja. En vervolgens zeggen ze kan dan... kan gewoon. Nee, maar het wordt nog mooier. Want vervolgens zeggen ze dan... Ja, die boerderij die we voor jou hebben afgebroken, dat kostte wel eventjes... Mag je dat ook nog betalen? Ja. Ze hebben 6 miljoen euro in rekening gebracht voor het slopen van onze eigendommen. Ja. Knettergek. Ja, je zegt het lachend, maar... Ja, omdat... Het is zo... Ja, en, surreëel. En wij hebben toen op een gegeven moment een zaak gelijk gekregen. Dat we zeggen, wij willen zien wat op dat terrein gebeurt. Ja. We krijgen wel de rekening en ze hebben het in beheer. Ja. En beheren doe je altijd voor de eigenaar. Ja. Ja. Maar wij mochten niet daar komen. Ja. We hebben een zaak gelijk gekregen bij de bestuursrechter. En die heeft gewoon gezegd, jullie hebben belang om daar naartoe te gaan. Ben ik 3 dagen later met zijn vader... Daar naartoe gaan. Ik heb wel de pers meegenomen. Hmm. En toen zijn wij onder het oog van de camera's aangehouden, terwijl we 3 dagen daarvoor gelijk hadden gehad van de rechter. En dan zijn we 8 uur lang een politiecel opgesloten. En wat ons vooral verweten werd, hoe durfden we om de media daar mee te nemen? Na 8 uur zijn we vrijgelaten, maar die zaak is voorgeweest bij een politierechter.
Wij zijn allebei veroordeeld voor het betreden van het eigen terrein. Waar je van de bestuursrechter toestemming voor had. Precies. En ook in hoger beroep zijn we gewoon veroordeeld. Hij loopt nu in cassatie. Dat kan toch niet? Ja. Het kan helemaal niet. Nou ja, dat is dus het verschil. En ook dat is weer de parallel met corona. Ja. Maar ook met de toeslagen. Want ook daar zou je natuurlijk, als al de informatie gewoon bekend was, en die schijnt bekend geweest zijn, had dat nooit kunnen gebeuren. Wat voor land zijn we terechtgekomen? Nou ja, dat kun je afvragen. Want wij kwamen erachter dat 2 dagen voordat ze die aanzegging deden van die sluiting, dat er een bijeenkomst is geweest bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Ja. Tussen alle hoofdrolspelers van het Riek. Ja. En de rechters van de rechtbank. Het georganiseerd door de rechtbank. Daar zaten volgens de eigen flyer of informatie schrijven, zaten daar rechters, officier van justitie, burgemeesters en mensen van het Riek samen om eens uit te wisselen van ieders uit ieders vakgebied. Vakgebied in de keten. Maar daar werd natuurlijk gewoon handje geklapt. Nou, dat weten we niet. Maar als een rechter samen gaat zitten met één van de partijen, want je kan moeilijk zonder zeggen zonder de tegenpartij. Dat is heel raar. En vooral, het ging over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. En ondermijnende criminaliteit, is een politieke frame. Nee. En als rechtspraak hoor je daar verder van. Maar is die criminaliteit ooit gespecificeerd? Is er gezegd van... Sterker nog, er is wel gespecificeerd met het feit dat dat ondermijnende criminaliteit gekozen is, omdat het een containerbegrip is waar heel veel onder te vatten is. Ja. Dat is dus precies het tegenovergestelde van het eigenlijk echt specificeren natuurlijk. Juist omdat het een term is die geen juridische lading heeft, die geen onderscheidend vermogen heeft, is die gekozen. Want onder mij, elke criminaliteit... Dus er is geen specifieke misdaad, verdenking... Criminaliteit. Ja. Het overschrijden van de strafrechtelijke norm die wij in een rechtsstaat met z'n allen hebben afgesproken. Ja. Dat is toch altijd ondermijnend? Daarom is het toch een strafrechtelijke norm? Hoe noem je dat ook alweer? Zo'n dubbele... Op basis van ondermijnende criminaliteit. Maar er is niet gezegd van, we hebben gewoon sterke verdenking van drugshandel of witwassen of wat zo. Wat ze hebben gedaan, ze hebben één of twee politiemensen daar rond laten lopen op Fort Oranje. En die hebben niks anders gedaan dan alles wat mogelijk een onderbuikgevoel gaf. Of verdacht zelfs mensen die boetes open hadden staan mensen die onverzekerd rondreden op de camping. Op de camping hoef je helemaal geen verzekering te hebben. Maar dat soort dingen. Hebben ze lijsten zitten. Kijk, als ik achter jou aanrijd, elke kilometer die jij rijdt, kan ik een hele lange lijst maken. Nou, daar reed hij 3 kilometer te hard. Nou, en toen reed hij daar. Kijk, natuurlijk krijg je dan, als jij focust en alles registreert, krijg je een lijst. Ja, ze hebben hamers losgelaten die op zoek waren naar een paar spijkertjes. Ja, en niks anders deden dan registreren. Mm-hmm. En dan kwamen ze met een lijst. En als je die lijst bekijkt, denk je van... Ze wordt gepresenteerd als een lijst met 1700 mutaties. En dan ga je die lijst doorkijken en dan staat heel vaak, er is gebeld. Oké. Maar door wie en waarom en wat was er aan de hand? Je mag niet bij die melding. Bellen is verdacht. Als jij dus een lijst van 1700 mutaties zegt te hebben, want dat wordt vaak gepretendeerd nu. Ja. Toen gebeld. Door wie? Waarom? Wat was er aan de hand? Ja, maar van iemand op de camping, die zagen zij bellen. Die belden dan de politie. Tenminste, dat is het. Wat ze ruzie hadden of weet ik. Kijk, je moet niet vergeten, Fort Oranje op een gegeven moment, in het eindtraject. Ja. Dat is wel de onderlaag die zich daar... dat zijn allemaal omdat die gemeente dat daarheen... dat hebben we net gezegd. Dat is niet in ons verhaal. Dat was ook mevrouw de burgemeester die dat zelf bij Jinek bevestigde. Ja. Dat zo. Als mensen bijvoorbeeld door de reclassering, die kwamen vrij... heeft geen onderdak. Ja. Gaan we naar Fort Oranje. Maar waarom hebben jullie dat geaccepteerd? Dacht je van, misschien kunnen we dan een goede relatie opbouwen met de gemeente? Wat was jullie overweging om die mensen een woonplek te geven? We hebben een heel aantal keren hebben wij een herontwikkelingsplan laten maken door een stedenbouwkundige bureau en dan door een architect. Maar die werden stelselmatig door de gemeente geblokkeerd. Elke keer werd er beloofd dat het behandeld worden, dit, dat. Ja. Maar het is nooit gebeurd. Okay. Op een gegeven moment waren we natuurlijk gebonden aan een bestemmingsplan uit 1974, waarin de oppervlaktes, ik geloof, gemaximeerd waren op 35 vierkante meter per kampeermiddel plus 10% bijgebouwen. Ja. En
je hebt op een gegeven moment een doelgroep die niet meer kapitaalkrachtig is om daar nieuwe kampeermiddelen überhaupt neer te zetten. Ja, dan heb je op een gegeven moment niet zo heel veel keus meer aan cliëntel. Okay. Dan moet je verhuren aan wie je kunt vragen. Ja. Maar goed, dat is een economische realiteit. Maar laten we wel even. Ook die mensen hebben gewoon recht om te wonen. Natuurlijk. Alleen, natuurlijk. Die situatie die wordt dan wel gecreëerd. Ja. Maar dan zou je zeggen, wij moeten meer ondersteuning geven daar. Ja. We hebben ook aan de GGD een staakerven gegeven, zodat ze iedere week daar konden zijn om mensen met problemen te helpen. Ja. Ja, ja. We hebben ook aan de gemeente gevraagd van, ondersteun nou die mensen die daar zitten. Maar ze hebben bewust de steun juist afgeknepen. Om er een soort anarchistenhol van in de media te kunnen maken. Ja. Wij hebben ook het initiatief genomen om periodiek, regelmatig met de wijkagent die dan voor camping specifiek was aangesteld, om daarmee gesprek te houden, om te kijken waar wat nog bijgestuurd kon worden. Maar dat hebben we op een gegeven moment afgekapt, omdat bleek dat die manier alles wat we daar bespraken direct naar het Riek doorbriefde en we dat weer terugzagen in handhavingsacties. Ja. Letterlijk. Ja, dan heeft dat geen zin. Ja. Je wil niet met een mes op de rug de wijkagent bij je, een mes op de keel. Ja. Het was een hele vreemde situatie. Ja. Onvoorstelbaar. Ja. Ja. Even kijken, dus dan hebben we dat het hele... Nou ja, toen kwam dus de corona, maar toen dachten wij, precies. Dit lijkt heel sterk. Ja. En wij zijn toen echt alles gaan uitspitten van hoe werkt dat nou, dat Riek. Ja. En dan zie je, alles wat we nu zien in de coronatijd, zagen we daar ook al. Dat bijvoorbeeld, we hadden het net al kort over die rechtspraak. Ja. Ja. Ik heb, in hoeveel zaken heb ik het Riek voorgelegd? Want het Riek is wat zij doen, kan niet. Hè? Dat is in strijd met de AVG. Het kan op geen enkele manier. En als je het hebt over een rechtsstaat, dan heb je checks en balances. Ja. Dat betekent dat je... het is niet de bedoeling dat je één geheel hebt. Nee, je moet allemaal onafhankelijke diensten hebben die elkaar ook controleren. En die een wettige legitimiteit hebben, die een publieke rechtspersoon zijn. Die dus gewoon aanspreekbaar zijn. Staat? In China. In China, precies. Ja. Dat is het sleutelwoord van de laatste jaren. Integrale aanpak. Het klinkt heel mooi, hè? De één overheid gedachte. Maar dat is eigenlijk een heel eng idee wat ze daar geprobeerd. Maar ze hebben dat echt heel wijd verspreid. Ze hebben gebouwd aan een één overheid. Wat is één overheid? Dat betekent dat alle diensten, alle informatie met elkaar delen. En daar is ook een computersysteem voor gebouwd, het RIEK-IS. Daar komen al die gegevens bij elkaar. En die gaan er ook nooit meer uit. En van mensen die alleen maar in een kwaad daglicht worden gezet, die niet per se een veroordeling... Of die ergens genoemd worden, zijdelings, of die op een camping wonen. Die precieze criteria, die zijn niet duidelijk. Ja. Maar het doel is om mensen waarvan ze niet kunnen bewijzen dat ze iets verkeerds doen, maar waarvan ze het gevoel hebben dat zijn toch met ongewenste activiteiten. Ongewenst gedrag. Gedragsexperimenten. Dat hebben we. En zo iemand die weet helemaal niet wat hem overkomt. We hebben één voorbeeld, dat is... Hermenzeil. Jachthaven Hermenzeil. Die man die is in het vizier gekomen, want er kwamen wel eens mensen van een motorclub, zouden er wel eens een kopje koffie gedronken hebben. Nee. Ja. Ja. En daar hebben ze 3 of 4 invallen gedaan met honderden politiemensen. Hebben ze niets aangetroffen. Wat zei die burgemeester vervolgens? Ze waren op de hoogte van die invallen. Ze zijn zo diep geïnfiltreerd dat op het moment dat wij een inval doen, daar dat alles weggehaald is. Weet je wat ik dus dan ook heel gelijk aan moet denken? Dat is dat ook al die jarenlange campagne, dat de bestuurlijke bovenlaag te maken heeft met infiltratie vanuit de onderwereld. Dat is onder andere bedreigingen, maar ook chantage. En dat komt op mij echt altijd als een enorme PR-machine over. Dat is het. Ze hebben een onderzoek gedaan van de Universiteit in Groningen. En daaruit bleek dat het in Nederland eigenlijk helemaal niet voorkwam. 1 of 2% of 1 of 2 burgemeesters. We hadden wel eens een keertje iets aan de hand gehad. Maar toen kreeg je ook zo'n burgemeester van Haarlem die ostentatief moest onderduiken. Ja. Dat bleek toen ook de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Burgemeesters te zijn geweest. Maar echt zo'n iemand waarvan je denkt, die vangt gelijk heel veel publiciteit als die zo'n truc gaat uithalen. Ik heb met verbijstering, en daar zie je alle mechanismes in werking. Het hele marktplein werd verzameld met mensen die hun burgemeesters gingen steunen. Een marketingafdeling. Ja.
Politie in militaire uitdossing. Precies, hele mooie plaatjes van hoe die daar bewaakt werd. Maar het aparte was dat er kwamen geen details naar buiten. Wat is er dan gebeurd? Nee. Ook naar de hand. Ja. Nee. Ook van wie komt dat dan? Ja. En er werd gesuggereerd dat zou van motorbendes zijn. Ja, maar er worden altijd gezegd telefoontjes of een brief of zo. Maar ja, dat kan iedereen gedaan hebben. Nou ja, dan denken we even terug aan Lucas van Delft. Ja. Die met zijn eigen telefoontjes zijn eigen bedreiging in scène zette. Ah, kijk. Ja, want dat gebeurt dus. Dat is in ieder geval een geval dat bewezen is. Ja. Nou ja, dat is... dan hebben we het over de koffieshophouder die in Thailand zat. Nou, inmiddels zit hij hier, toch? Nu zit hij hier. Maar dat is een typisch Riek-project, is dat. Ja. Je maakt mensen kapot. Je kan hem niks strafrechtelijks niks verwijten. Je krijgt de zaak niet rond, maar we willen hem toch hebben. Nou, weet je wat? Dan pakken we hem op een andere manier. Ongewenste activiteiten. Want hij heeft zijn geld verdiend met koffieshops. Ja, dat kan natuurlijk niet. Nee. Dus die moet kapot gemaakt. En daar is niets te gek voor. Nee. Je wordt door de overheid word je platgewalst. Ja. En het is onmogelijk om je te verzetten tegen die overheid. Want die overheid heeft oneindige middelen. Ja. Oneindig. Namelijk je eigen belastinggeld. Ja. Ja. Dus je bent constant aan het betalen voor je eigen tegenstand. Ja. Ja, dit is ook nog even. Is het niet gewoon puur intimideren ook? Omdat een heleboel is intimidatie, maar die samenwerkende partners die al die informatie delen zonder dat er een noodzaak is. Ja. Heel belangrijk in de AVG staat dat er moet een noodzaak zijn en een wettelijke grondslag om die gegevens te delen. Maar er moet ook, die gegevens die hebben ook een doelbinding. Die zijn met een bepaald doel daar terechtgekomen. Ja. En die kunnen niet opeens voor een ander doel daar en daar en daar terechtkomen. Nee, kijk, dus het feit dat er zo'n klootzakkenlijst aan eigenlijk al aan vooraf gaat en zo'n Aleida-project, dat betekent al van we hebben mensen die we niet normaal kunnen pakken en die we dan. Die willen we gewoon pakken. Ja. En dan, daar moet iets voor gemaakt worden. Ja. Nou, dat wordt dan het Riek. Ja. En het liefst, het gaat om afpakken. Dat is een woord afpakken. Wat steeds terug... Ontneming, daar hebben we het over gehad. Ja. Ontneming van eigendom, dus dat was een opmerking die daar gewoon als doel in stond. Ontneming van eigendom. Nou ja, iemand zonder veroordeling. Ja. Nou, dan heb je zo'n stuk papier. Uiteindelijk heb je bewijs van wat ze willen doen. Ja. En dan denk je, nou, als ik hiermee naar de rechter ga... die zegt meteen van, zijn jullie nou helemaal... Ja, want ze hebben geen enkele grond in de wet... Het Riek heeft geen enkele legitimiteit om dit ook maar te willen. Bijvoorbeeld, we hebben voor miljoenen aan fantasiebelastingaanslagen opgelegd. En je kan zo gek niet bedenken, dwangsommen, noem maar op, je overspoelt met... Hoe overleef je dat? Door te blijven vechten. Ja. En door steeds opnieuw procedures. We hebben tientallen procedures gevoerd. En ik heb zo vaak geprobeerd om het Riek te laten toetsen door de rechtspraak. Maar wat doen die? Die doen net alsof het woord Riek bestaat nooit genoemd is. Het grappige is, als je dat verloop in die procedure ziet... de eerste aantal vonden ze dat we dat helemaal uitgesponnen voor de rechter... een oordeel van de rechter daarover vroegen. Kwam eigenlijk het oordeel, jullie zijn complotgekkies. Maar zoveel procedures verder... Het werd ontkend dat het bestond. En op een gegeven moment is het gewoon een vaststaand feit. En zegt de rechter, en? Maar de rechter die ontkende dat het Riek ontstaat, waar zij zelf dus deel van uitmaken en regelmatig van... Hoe regelmatig weten we niet, maar... Nee, Maar de gemeentes en noem maar op, de autoriteiten, die ontkenden dat dit soort afspraken bestonden. Hebben we jarenlang hebben gezegd, wij denken dat die afspraken bestaan. Ontkende keihard, complotdenkers. We hebben nog stapels met processtukken waar gewoon wij worden complotdenkers genoemd. Ja. Dat is een parallel die je ook ziet met de coronacrisis. Ja. Je komt met feiten aan en zij zetten het weg. Ja, dat is een mening. Nee. Ja. Tot dat... mening. En dan heb je het zwart op wit, heb je de bewijzen. Dan denk je, nou zijn we er. En dat zie je ook precies nu met de coronacrisis. Ik ben 10 keer bij de rechter geweest en ze doen net alsof die feiten niet bestaan. Dat was toen ook al. Ja. Ze weigerden daar gewoon een mening over te geven. En als ze dan, maar dat leest u zo... of dat hoeft niet daarmee samen te hangen. Ja, ja. Maar de richtlijnen van het RIVM of de richtlijnen van het OMT... en dan is de kous weer afgedaan. Ja. Ja, dus we leven in een feitenvrije rechtsstaat, kromstaat. Nou ja, dat is natuurlijk nog weer een ander probleem. Als je maar zie je dan, ik val je in de reden. Zie je dan niet dat de overheid eigenlijk de grootste complotdenker van ons allemaal is? Ja, die ziet overal spoken en fantasieën die er niet zijn. De hele instelling is, elke burger is verdachte. Kijk, als je kijkt naar... Achter elke burger zie je een spook. Ja. En het probleem hiermee is dat
De instantie die dat zou moeten onderzoeken, namelijk het OM of de politie, dat zijn de grootste complotdeelnemers. Ja. Dus feitelijk heb je nergens meer de mogelijkheid om verhaal te halen. Ja. Of om... We hebben zoveel dingen meegemaakt. Zoals je vader, hè, zijn vader werd een keer aangehouden met een paar mappen. Gewoon van de boekhouding van de camping. Of hij de BTW-aangifte. BTW-aangifte. Wordt door de politie aangehouden voor een verkeerscontrole. En die vindt gewoon een paar mappen van de boekhouding. Hij gaat met de Belastingdienst bellen. Ja, ik heb hier meneer Engel en hij heeft wat boekhouding achter in de auto. Ja, neem maar mee. Gewoon meegenomen. En je krijgt het terug als het gekopieerd is. Moet jij eens voorstellen, jij rijdt gewoon en je krijgt een verkeerscontrole. Ja. En je hebt stukken bij je. Nou, die nemen we even mee, die gaan we even kopiëren en dan krijg je die terug. Er is geen strafrechtelijk onderzoek. Je bent niet verdachte. Niets. Nee. Niet. En je moet er maar vanuit gaan, want als je intussen tijd de Belastingdienst op de stoep krijgt, dan heb je je bonnen niet. Nou, de Belastingdienst is natuurlijk hier de grote datafabriek op de achtergrond. Want die RIEC's zijn regionaal, het zijn er 10, en die zijn aan de politieeenheden gekoppeld in de regio's. Ja. Maar in al de RIEC's zit in ieder geval de Belastingdienst. Okay. En de Belastingdienst is natuurlijk, laten we het zo zeggen, ik begreep laatst in die brief van staatssecretaris Veilbrief, dat de Belastingdienst pas in 2024 kan voldoen aan de AVG. Nou ja. Goed, dat is opmerkelijk natuurlijk. Mm-hmm. Maar zij zijn de grootste verzamelaar van alle data. En we weten uit het toeslagenschandaal hoe goed ze daarmee omgaan. Ja. En hoe en uit het GGD-lek. Ja, die overheden, ja, nou ja, goed. Dan voel je al aan. En dan, kijk, dat is natuurlijk een ander probleem met deze aanpak. Is dat al die partners vanuit hun eigen bevoegdheid die controle gaan doen. En dan lijkt het legitiem. Ja. Want die Belastingdienst, die heeft die informatie nodig. Je bent verplicht die informatie te verschaffen. Want ja, dat is voor de juiste belastingheffing. Ja. En dan komt de doelbinding weer om de hoek kijken. Die Belastingdienst die krijgt die gegevens van jou voor de juiste belastingheffing. Maar die gaat dat volgens met de politie delen. En de politie zegt, dat is raar. En dan krijgen ze de cijfers van elektriciteitsgebruik erbij. Nou maar meneer, u gebruikt te veel water of te weinig elektriciteit. En u, dat klopt niet. Dan ben je weer verdacht. En je staat op een lijst. Ja. Die ze je niet, dat ze je niet vertellen. Ja. Maar... Kijk, en de Belastingdienst is natuurlijk een bastion waar je niet doorheen komt. Nee. Je hebt het artikel 67... Ja, dat is het grote verwijt ook van... 67 AWR. Algemene Wet Rijksbelastingen. Die is eigenlijk bedoeld... om de relatie tussen jou en de Belastingdienst vertrouwelijk te houden. Kijk, vroeger was het zo dat zelfs al verdiende je geld met het beroven van banken. Als jij zegt, nou, ik heb daar een ton winst gemaakt, ik wilde er aangifte van doen, dan kon dat. Zo was dat vroeger geregeld. Ja. De Belastingdienst had geen morele oordelen. Als jij verdient, moet je gewoon aangifte doen. De bedoeling was van 67 dat jij alle informatie met de Belastingdienst kan delen en dat het niet ergens anders terecht komt. Yes. Hoe wordt het nu uitgelegd? Ze delen het met iedereen behalve met jou. Dus... Ja, maar je kunt je er ook niet tegen verdedigen. Je weet niet wat ze delen, waarom. Nee, precies. Ja. Dat is natuurlijk dat is ook weer een strijd met het inzagerecht van de AVG. Ja. Het idee dat je daar moet je inzage kunnen hebben om het te kunnen corrigeren. Maar dan moet je dus voortdurend maar processen voeren om dat überhaupt te kunnen doen. De laatste keer hebben we die mensen opgeroepen voor de getuigen voor. En de rechter die vond het wel belangrijk dat ze kwamen, maar die hoefde verder niks te vertellen. Niets. Een getuige die niks hoeft te zeggen. Ja. De rechter ondervroeg hem niet. Nou, ook de advocaat die vroeg een aantal. Maar dus nee, ik beroep mij op mijn geheimhoudingsplicht. Op basis van dat artikel 67. Ja. En... Ze hebben werkelijk geen woord gezegd, alleen maar arrogant gekeken. Wat vervelend, waarom moeten wij hier nou komen? Wij staan toch boven de wet? Weet je, zo'n houding. Ja, hoe haal je het in je hoofd om ons hier als getuigen te gaan horen? Ja. Dat is de houding van de Belastingdienst. Ja, ik kan niet anders zeggen, het is gewoon een soort maffia-organisatie geworden. Die hebben niks meer met wet en regelgeving. Die doen waar ze zin hebben. We hebben het nu toevallig gelukkig... is naar buiten gekomen met de toeslagenaffaire. Maar de toeslagenaffaire... Hoe lang heeft het geduurd? Nee, maar dan nog. Hè, dus de ministers afgetreden, regeling getroffen met de ouders. Wie staat er als eerste als schuldeiser op de stoep bij die ouders? De Belastingdienst. Ja, het kan gewoon... Het kan niet, de zotternij kan niet op daar. Nee. Ze zijn zo totaal doorgesnoven. Maar dit is gegroeid met de jaren. Het idee, wij zijn onaantastbaar. Ja, we kunnen doen en laten wat we willen. Omdat ze niet gecontroleerd worden. Ja. Omdat die rechtspraak zijn werk niet doet. Ja. Ze hebben boiler rooms hebben ze op een gegeven moment, om brainstorm sessies, wat kunnen we allemaal doen met die data. En
Niemand weet nog wat die Belastingdienst doet. En we hebben nu alleen maar een glimp daarvan gezien met die toeslagen. Want als mensen denken dat dat een incident is... Nee. Dit... Maar dit gedrag kan je niet als incident zien. Je kunt, het is een patroon van incidenten. Ja. Ja. Pieter Klein van RTL Nieuws, die zich ook daar behoorlijk driftig gemaakt heeft. Die twitterde van de week, geloof ik, nog een mooie zoektermenlijst van mensen die zelf onderzoek willen doen. En daar kwamen ook twee hele interessante, namelijk het RIEK twitter die en het EOS. Ja. En het EOS is de afdeling van de Belastingdienst, externe overheidssamenwerking. Dus de afdeling. Ja, dat is dus wat die samenwerking en data-uitruil regelt. Precies, juist. Ja. Dus als mensen dat soort termen zien, dan is het even alert, onderbuik. Want maar dat kan niet goed zijn. Het is wel belangrijk om te beseffen dat RIEK is onder het mom van ondermijnende criminaliteit gecreëerd. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat een structureel iets is. Je ziet bijvoorbeeld nu bij alle betogingen, zie je politiemensen, zie je foto's maken van kentekens en data. Ja. Mijn vermoeden is dat die allemaal in het RIEK-systeem terechtkomen van let op, dit is een subversief persoon die dus had bezig met ongewenste... Er wordt een enorme klootzakkenlijst opgesteld. Dus. Enorm, ja. Alle tegenstanders, alle mensen die anders denken. Ja, dat die idee heb ik ook. Ja. Naar mijn mening in het RIEK-systeem. Er wordt geïnventariseerd en daarna gaat de hel losbreken, wellicht naar de verkiezingen. Heel grappig, want de website RIEK.is, daar vonden wij ook de handleidingen van dat informatiesysteem terug. En daaruit blijkt dus ook dat al die informatie daar verzameld wordt. En die draait op servers bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Ja. Dus die infrastructuur is bewust daar neergezet ook daarvoor? Nou, we weten dat natuurlijk niet, het is alleen maar gepuzzeld, maar het lijkt erop alsof daar bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid dus een server draait waarop al die informatie verzameld wordt en opgeslagen. Ja. Wie is de minister daar eigenlijk? Veiligheid en Justitie? Ik noem het altijd Binnenlandse Veiligheid na analogie van de DDR. Waar zijn de ministerie van Staat. Dus dat is wel Justitie? Dat is Grapperhaus, ja. En wij hebben gezien wat de voorwaarden zijn van dat computersysteem. Ja. En die worden oneindig bewaard. Ja. Dus de AVG is non-existent. Ja. Die AVG is om jou en mij te pakken en om bedrijven te pakken. Want wij zijn ook al 5 jaar bezig met de autoriteit persoonsgegevens om dit te laten toetsen. Wij zeggen, dit is het grootste schandaal in Nederland. Hier worden op grove manier... Volgens hun eigen criteria, hè? Structureel van aard, grote aantallen mensen, grote impact. Al die criteria is ruimschoots aan voldaan, maar tot op heden heeft dat nog niet mogen leiden tot een onderzoek. We zijn al 5 jaar bezig om te proberen een onderzoek. En daar zie je ook hetzelfde wat je nu in de coronacrisis ziet. Al die instanties, het zijn allemaal... Nou, bij het AP is het natuurlijk interessant om te melden dat die mensen specifiek aannemen van die RIEK-deelnemers. Daar zitten dus mensen van het Openbaar Ministerie, van de Belastingdienst, die zitten daar volgens in de AP hun eigen voormalige werkgever te controleren op het niet naleven van de AVG. Nou, wie is daar de voorzitter? Ja. Wie is daar de, dat is meneer Aleid Wolfsen, die burgemeester was van Utrecht. Ja. En die in diezelfde tijd daar als burgemeester zat toen het RIEK opgestart werd. Ja. Dus hij staat waarschijnlijk mede aan de basis van het RIEK. Ja. En hij zit nu bij de AP en dan moet hij dat gaan beoordelen. Autoriteit persoonsgegevens. Ja. Dus dan kan je begrijpen dat daar gaat natuurlijk nooit een onderzoek. Maar ook daar heeft nu Omtzigt wel eens wat over gezegd. Hè? Die reden, voor mij stond het later in Vrij Nederland, wie zegt, over iedereen stond erbij en keek ernaar. Daar kreeg ook de AP een mooie veeg uit de pan. Ja. Want die hebben natuurlijk ook al zowel bij het RIEK als bij de toeslagen, die staan erbij en die kijken ernaar. En doordat ze niet optreden, legitimeren ze het. Ja. En dat is precies het opzet van al die instituties. Ja. Wegkijken. Nou, niet eens wegkijken. Je kijkt ernaar en je vindt het goed. Ja. En je denkt, oh ja, leuk. Nou. Dus je ziet dat je 20 jaar lang is een overheid gecreëerd die met een paar... Blijf van onze mensen af, hè. Dat is een hele bekende. Ja, dus, niet aan de dienstverleners. Mensen zijn onaantastbaar geworden. Ja. Als je aangifte doet, bijvoorbeeld die politieman die de administratie uit de auto heeft gehaald, daar heb ik ook een artikel 12 procedure, want dat is diefstal. Diefstal.
Daar zagen ze niks verkeerds in dat dat gebeurde, ook bij het gerechtshof niet. In een normale situatie moeten die mensen natuurlijk voor eeuwig uit publieke ambten verbannen worden. Want dat is natuurlijk de definitie van een ambt. Hè? Dat degene die het ambt vervult, het is geen carrière. Als je een ambtenaar bent, dan kun je, dat is wat je nu ook hoort, ze gaan een ambtelijke carrière in. Maar een ambt vervullen, dat is een publiek ambt. Hè? Dat is niet een carrière. Degene die het invult is altijd kleiner dan het ambt zelf. Het ambt is onaantastbaar, maar degene die het invult moet dat wel waardig doen. En als hij dat niet doet, dus blijf van onze mensen af, dat kan helemaal niet. Want die mensen die moeten gewoon voldoen aan de waardigheid van het ambt. En die moeten gewoon direct eruit wanneer ze dat daar niet aan voldoen. Absoluut. Maar ja, het hele rechtssysteem is opgebouwd om hun te beschermen. Ja. Nee. Maar dat is inderdaad een omkering. Ja. Nou, duizenden jaren lang heeft het ambt boven de ambtenaar gestaan. En in de laatste 20 jaar is dat omgekeerd, staat de ambtenaar boven het ambt. Ja. Net zoals de burger nu ook in dienst staat van de overheid. Ja. En de overheid niet meer in dienst van de burger. Ja. Kijk, als jij politiemensen de straat opstuurt en zegt, joh, wij staan achter je, wat je ook doet. Ja, dan is dat een vrijbrief. Ja, om te mappen en te doen wat je wilt. Om te doen wat je wilt, want je voelt je onaantastbaar en je kan doen wat je wilt. Ja. En dan is de grens om opdrachten uit te voeren waarvan je zei, ja, maar dat is gewoon tegen de wet. Ja. Het is er langzaam ingeslopen en niet alleen geslopen, het is bewust zo gebouwd en gestimuleerd. Ja. Dat we zitten nu in een staat waarin de overheid almachtig is en die een oorlog voert tegen de burger. Elke burger is bij voorbaat verdacht. Ja. Echt een kenmerk van een totalitaire staat. Ja. En dat is waar ze aan gebouwd hebben. Ja. En dat is ook de mentaliteit van elke ambtenaar. Daar krijgen ze, wat ik net al zei, cursussen voor. Kom jij bij het loket, word je eerst op de weegschaal gelegd. Ben je niet bezig met criminele dingen. Terwijl in een rechtsstaat hoort je uit te gaan van, nou, jij zit niet in de gevangenis, dus mag ik ervan uitgaan. Ze externaliseren die eisen al. Hè? Dus als je bij de bank een rekening wil openen, dan moet je voldoen aan allerlei UBO-registervragen. Maar vergis je niet dat heel veel van die banken ook op projectbasis ook aanschuiven bij zo'n rekening? Ja, nee. Dus die worden zo'n overheid doet net als of zo'n bank doet net alsof ze zich kan beroepen op wetgeving. Ja. Maar dat is deels zelf gecreëerd. En we zien het bij de ING. De ING heeft dan enorm meegeholpen aan witwassen. Een boete gekregen van 700 miljoen. Dat was geen boete, dat was een afkoopbedrag. Ja. Dus niemand weet of dat bonnetje van die 700 miljoen, of die echt betaald is. Waar het voor betaald is. Wie er wit gewassen heeft, welke bankafdelingen daaraan meegeholpen hebben, blijft allemaal onder de tafel. Horen dus alleen dat er 700 miljoen afgekocht is. En die mensen die daar verantwoordelijk voor waren, of die nog steeds bij de bank waren. Ja, precies. Ja. Maar op een gegeven moment krijg je dus wel zo'n wet terrorisme, financiering en witwassen, op basis waarvan alle kleine ondernemertjes totaal kapot gemaakt worden en helemaal elke week hun financiering laten doorlichten. Maar daar noem je een belangrijk punt, want dat is namelijk de privatisering van de overheid. Ja. Exact. Wat je niet kan als overheid, waar wetten in de weg staan, laat je het de private sector doen. En zo heeft het RIEK alle sectoren die zij noemen kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit. Juist. En ik wil daar nog even aan toevoegen. Ja. Kijk, ik heb altijd in elke rechtszaak aangevoerd, ja, maar waar is die dan? Want we hebben al 30 jaar lang daalt de criminaliteit enorm. Ja. Waar is die dan? En dan kwam je op de media en zag je, ja, maar dat is juist zo erg, want je ruikt hem niet, je ziet hem niet, je voelt hem niet, maar hij is er wel. Hetzelfde als nu met het virus. Hè. Ja, je moet getest worden om te zien of je het hebt. Ja. Die parallel is echt enorm. Ja. Dus je vecht, en je hebt een vijand gecreëerd en daar hoor je al die burgemeesters, hoor je over trompetteren in elke programma. Ze zitten bij Jinek, ze zitten bij, net als nu. Dit is dat de trompetteren over en dan zetten ze Pieter Tromps, Pieter Tops van de Universiteit van Tilburg, die doet zich dan voor als ondermijningsspecialist, die komt overal opdraven. En Jan Tromp, voormalig hoofdredacteur van de Volkskrant. Ja. Nou ja, en de Volkskrant speelt nu natuurlijk ook weer een bijzondere rol, zullen we maar zeggen, in het spuien van propaganda. Want ik kan de Volkskrant niet vaak betrappen op feitelijk juiste verhalen. Nee, ja.
Want die begon eigenlijk met het propageren van het Riek. Ja. Dat was een serie van burgemeesters die vertelden hoe verschrikkelijk het uit de hand loopt met die criminaliteit. En ook nu zie je weer de regio-burgemeesters, die lange tijd geregeerd hebben. En dat ze vooral heel veel nieuwe bevoegdheden nodig moeten hebben. En zij moeten crimefighters worden. Ja. Maar dat is nooit de taak geweest van een burgemeester. Nee, alles gaat door elkaar lopen. De rechter, de journalist, de wetenschapper, de burgemeester, de korpschef. Ze hebben eigenlijk, ze hebben nog verschillende namen, maar ze doen eigenlijk alles hetzelfde. Alles door elkaar. GGD gaat jouw belastingaangifte controleren. Maar waar we dus ook achter kwamen, we zijn er al een paar maanden mee bezig. We hebben vorige week, meen ik, onze reporter Huig Plug. Ze begonnen hier als klokkenluider en is nu een beetje reporter aan het... die ging naar een bijeenkomst van die regio-burgemeesters. Dus dat zijn de veiligheidsregio's waar die 10 plus, in totaal 25 burgemeesters komen. En hij heeft een aantal de vraag gesteld: waarom zit jullie hoofdkantoor op hetzelfde adres, en niet alleen hetzelfde adres, hetzelfde huisnummer, als de procureur-generaal in Den Haag? Naast het Paleis van Justitie of het Gerechtshof in Den Haag, daar zit het OM, er zit een luchtbrug. Dus die kun je ook zien. Daar kun je vanuit het OM rechtstreeks de rechtszalen in. Maar dan zie je die brievenbussen, daar staat procureur-generaal. Dat is nummer 16, meen ik. Ik weet het niet helemaal meer. 16, ja. Ja. En dan kijk je dus op die website van de regio-burgemeesters, de veiligheidsregio's, die zitten exact op datzelfde huisnummer. Staat niet op de brievenbus. Niet alleen dat. En jij noemde dat ook. Op de website van de regio-burgemeesters staat ook dat een van hun partners is de Raad voor de Rechtspraak. Ja. En dan hebben we het cirkeltje weer rond, want dat hebben wij daar ook al gezien bij het Fort Oranje. Maar de Raad voor de Rechtspraak is niet het OM. Dus de procureur-generaal. Nee, dat is het overlegorgaan van de rechtspraak. Van rechters. Dus die regio-burgemeesters zijn partner van die rechters. Ja. En zitten op hetzelfde adres als het OM. Ja. Zijn ze waarschijnlijk ook partner? Misschien nog wel meer dan partner. Waar gaat dit over? Over één overheid. Ja. 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 Dit is wat we noemen systeemrot. Ja. En Nederland is werkelijk door en door verrot. Niets werkt meer. Ja. Ik zie ook niet snel hoe we hier nog uitkomen. Want, maar eerlijk is eerlijk, ik vind het ongelooflijk knap hoe ze het in elkaar gezet hebben. Hoe ze die façade van... Het werkt heel goed. Het is onvoorstelbaar. Het werkt te goed. Dat moeten we nu inmiddels wel concluderen. Ja, maar daarom douwen we hier ook zo enorm hard op dit soort thema's. En ook toen jij over het Riek begon, dacht je, man, geweldig weer. Want dat zijn van die dingen waarmee je, waar niemand in geïnteresseerd wil zijn in de media. Nou, omdat ze het ook niet weten. Ze willen het ook niet weten. Nee. Ja. Nee, dat is ook zo. Want kijk, wij zijn nu anderhalf jaar bezig en we hebben toch nu een aantal poppetjes gehad waarvan wij denken, dit zijn allemaal puzzelstukken van dezelfde puzzel. Ja. Ja. Maar ik hoop dat wij daar een aantal stukken hebben kunnen bijdragen. Zeker, ja. Overigens, wat we nog niet genoemd hebben, twee dingen wilde ik daar nog bij noemen, is: ik zag vorige week in de krant staan over de DLIO, de Dienst Landelijke Informatieorganisatie van de Politie, dat het daar een chaos zou zijn en dat dat allemaal niet klopte en dat het verziekte managementstructuur is. Maar dat is de organisatie van de politie die zich bezighoudt met het verzamelen van informatie. En dat is dus ook, en dan vaak is het de regionale afdeling, dus niet de landelijke, maar de DRIO, bij dat soort RIEK-overleggen zit. Dus op het moment, de vraag is natuurlijk waarom komt zo'n bericht naar buiten, maar dat daar dus iets aan de hand is. En ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik vind het in ieder geval opmerkelijk dat het naar buiten gebracht wordt. Inderdaad. Een ander punt nog is dat ik opmerkelijk vond dat het wetsvoorstel gegevensuitwisseling samenwerkingsverbanden niet controversieel verklaard is. En dat is op zich heel... Het is een wetsvoorstel wat ook niet kan. Hè? Nee, het kan niet, maar ik bedoel, er is een coalitie van FNV was daarbij, bijvoorbeeld verdacht, die hebben geprocedeerd tegen Siri. Ja. En deze wet is eigenlijk super Siri. En de rechter heeft gezegd, Siri mag niet. En ondanks... Super Siri mag wel. Nou ja, in ieder geval is het niet controversieel. Dus gaat het nu opeens behandeld worden? Dat is opmerkelijk. Nou ja, ik vond toen al dat Siri vonnis heel erg opmerkelijk. Ja. Want ik dacht, nu hebben we een handvat
om het riekt. Dat was, eigenlijk, was dat dan ook weer een rookgordijn waarachter stiekem toch een soort superserie werd? Nou, ik denk dat Siri wilde ze opofferen om, om de indruk te wekken dat het allemaal goed geregeld is hier. En dat ja, want dat, dat heb je natuurlijk ook. Er worden, opgeleverd. Worden de, en net zoals die twee mensen die toch als getuigen gedwongen werden door de rechter om daar te gaan zitten en dan vervolgens door hem in bescherming genomen werden. He, dus de, wordt lijkt dan, het? Wordt het, ja, het lijkt alsof ze er dan zitten, en, ja, maar toch niet. Ja. Dus die, die, ja, die offers die ze dan zogenaamd brengen, dat, ja, dat ze, net als dat ene leuke stuk in een krant per week zo'n beetje, ja, dat is een soort excuus. Ja, ja, en we hebben, met heel, we hebben met zoveel kranten en media steeds geprobeerd dit onder de aandacht te brengen. Van let op, hier is iets groots aan de hand waar wetten en regels terzijde geschoven. Ja. Maar geen journalist die hier aandacht aan wil besteden. Ook, ook zo'n parallel met nu. Je ziet dat wat al 20 jaar gebouwd wordt, dat dat nu tot wasdom komt in nationale omvang. Ja. Kijk, en uit de visserij hebben we natuurlijk dat, daar gaan we zo natuurlijk even nog op door, die kartelvorming die ik in het begin noemde, hebben we heel duidelijk aangetoond dat die kartels in de jaren 70, 80 in bepaalde belangrijke sectoren al gebouwd werden, zodat de overheid echt die niet zozeer kon controleren, maar die kartels, ja, dat, die hebben zichzelf met behulp van de overheid. Mm-hmm. Je kunt niet meer zeggen van het, de overheid heeft de baat bij of het kartel. Het is eigenlijk gewoon een totale verstrengeling. Je ziet het nu eigenlijk opgebouwd worden in de agrarische sector, waarin de boeren dus totaal buitenspel gezet worden ten behoeve van de opbouw van een heel, heel groot kartel. En jullie hebben, daar, hebben dat ook gezien, dat de overheid dus ook kartelvorming pleegt zelf in de autobranche. Nou, kijk, even nog terug. Kijk, je noemt hier een heel belangrijk punt. En dat is namelijk, het is ook een businessmodel. En dat is het RIEK ook. Ja. Ah, dus een hele industrie wordt opgebouwd van bedrijven die zich bezighouden. Die geven cursussen, die geven trainingen, die maken boekjes. Want dat boekjes, zie je dus ook met rechters en advocatuur. Die enorme versmelting zie je ook weer in die cursussen en €600 per avondje. Ja. En ook de fraude die plaatsvindt. Hè. We zien dat nu met... Dat was grappig. Die caravans op Fort Oranje die zijn afgevoerd. En even voor het gemak zeggen we, het zijn er 600. Maar er waren er op de rekeningen die wij dus gepresenteerd kregen, waren er veel en veel meer. Het vuil dat afgevoerd wordt, je kan zeggen, ja, er waren een paar dubbele wagens. Oké, er waren een paar dubbele wagens. Maar het vuil dat afgevoerd was, zou voor 12 tot 1500 wagens moeten zijn. Zo. Dus... Nou, er zijn cashbacks betaald. Hè? Er zijn cashbacks betaald, ja. En dat is in het getuigenvoer dus ook... dat is geen vermoeden, dat is vastgesteld. Er zijn tonnen betaald. Allemaal, Maar wat is een cashback? dat is een adviesfee of een steekpenning. Meen je niet? Kijk, wat we in Rotterdam... Wat we in Rotterdam gezien hebben, dat ze een bedrijfje opgericht hebben om al die aanschrijvingen. Dat is bij Fort Oranje ook gebeurd. Ze hebben een rechtspersoontje, die hebben ze bij de notaris opgericht. En daar hebben ze een stroomman opgezet. Ja. En die is voor miljoenen gaan factureren. En terwijl het is op een huisadres ingeschreven. En, maar dan komen we inderdaad bij een heel belangrijk verdienmodel. Want dat zie je dus in heel veel grote overheidsorganen. Dat heeft mij altijd verbaasd, dat mensen zich laten ontslaan en weer terug laten huren voor 3, 4, 5 keer hun uurloon. Dan denk ik bij mezelf, wat geeft dat soort mensen die dan vrijwillig zichzelf ontslaan de garantie dat ze later teruggehuurd worden? Het is een... Overigens was ook dat aan de hand voor Oranje, want de mevrouw die het feitelijk achter de katvanger deed, dat was een voormalige... een gemeenteambtenaar in de gemeente Emmen die belast was met woonwagenzaken. Ja. Maar het kenmerken is altijd dat gigantische hoeveelheden geld verbrand worden. Kijk, je ziet bij corona worden miljarden verbrand. Ja. Voor het Oranje, ik denk dat ze zo 20 miljoen uitgegeven hebben, hadden ze daar 10% van geïnvesteerd om gewoon die mensen die daar zaten te ondersteunen, was alles prachtig geweest. Ze hebben tienvoudige uitgegeven en het einde van het probleem is nog lang niet in zicht. De mensen zijn verdwenen die daar zaten. Ja. Die zouden zo geherhuisvest worden. Nou, iedereen is er gewoon van afgegooid. Ja. Maar is er al onteigend? Is de camping nog van jullie? Of het, hangt dat allemaal? Hij is nog steeds van ons. Ja. Alleen, maar alle andere claims en dingen, die hangen dus allemaal nog. Ja. Want wat gebeurde er? We zijn in beroep gegaan tegen die besluiten.
En de rechtbank heeft, toen kwam een advocaat van de gemeente, AKD, die zei nee, het moest direct naar de Raad van State. En dat was omdat er ook een onderdeel wet milieubeheer bij zat. Tja. Ik heb gezegd, nee, daar is helemaal geen sprake van, u bent gewoon bevoegd. Rechter ging natuurlijk gewoon mee met de gemeente, dus we zaten toen bij de Raad van State. En die kwam een jaar later tot de conclusie, nee, het moest bij de rechtbank zijn. Dus die stuurde het weer terug naar de rechtbank, zoals wij natuurlijk al vanaf het begin gezegd hebben. En we wachten nu al anderhalf jaar op een behandelingsdatum. En die zou nu dan in maart gaan plaatsvinden. Ja, maar daarbij moet dan opgemerkt worden. Nee, dat onze procesdossiers in beslag genomen zijn. Ja, ze hebben een inval gedaan. Nee, dat, meen je dat serieus? Ja, dat ben ik serieus. Ja. Ze hebben een hele bestelwagen. Ik bedoel, dat echt tot de nok toe vol met al onze procesdossiers. Ik heb niks meer. Dus je kunt je ook niet voorbereiden. Nee? Nee, maar dat is vervelend voor je. Ja. Zou dat toeval zijn, denk je? Ik zei echt... Je bent in dit land gewoon echt helemaal nergens zeker van. Nee. Het vervelende is, als je het mensen vertelt, ze geloof je niet. Ze kijken... Nee, dat zal in Nederland toch niet. Maar is dat ook bij een inval gebeurd? Of het, ja. Ze zijn met meer dan 200 man... Bijna 300. Zijn ze binnengevallen. Ze waren een soort antiterrorist in het. Ja. Ze hebben... ik denk dat ze 8 uur lang alles doorzocht hebben. Ja. Niks gevonden natuurlijk, want wij houden ons echt heel strak aan elke regel. Dan moet je het nog even erbij noemen dat we in het verleden natuurlijk doorlopend onderzocht zijn, afgeluisterd zijn. Ja. En dan komt er af en toe in zo'n inzageverzoek of komt er opeens een brief en denk je... Huh? Oh, ik ben daar al 3 jaar lang afgeluisterd. Ja, dus er wordt heel intensief gezocht naar een kapstok om jou te pakken. Die inval die hing natuurlijk al heel lang boven jullie hoofd. Had je dan niet het idee van, nou, die dossiers die moeten we toch ergens anders neerleggen? Ja, maar die had ik in Duitsland staan. Juist uit dit soort overwegingen. Ja. Ik dacht van, Duitsland is meer een rechtsstaat als Nederland. Ja. En daar zijn we veilig. Dus ik had al mijn procesdossiers in Duitsland staan. Maar hoe gaat het dan? We hebben dat... In die inzageverzoeken zie je opeens... Per ongeluk niet allemaal helemaal goed genoeg zwart gelakt. Ja. Meneer Plasterk, destijds minister van Binnenlandse Zaken... Ja. Die heeft gewoon de AIVD op ons losgelaten. Dus die wist dat de dossiers daar... Ja, maar die heeft ook contact gehad met de deelstaatminister in Duitsland. En dat is gewoon even geregeld. Die gingen ze daar even ophalen? Ja. En tot nu toe, ik heb al zo vaak gevraagd, ja, maar wat wilt u nu in Duitsland met... Formeel ook daar weer, volgens de Duitse wet, mag dat dus helemaal niet. Nee. Want procesdossiers... Het kan niet, het mag niet, gewoon. Hoe wil je beargumenteren dat een procesdossier, wat allemaal natuurlijk openbare stukken zijn, dat bewijs is voor enig strafbaar feit? De redenering is zo krankzinnig. En als ik dan bel, van ik wil die terug hebben, ja, maar we moeten ze nog doorkijken. We zijn nu bijna anderhalf jaar verder. Ze hebben het zelfs nog niet... doorgekeken. Nee. Maar het staat daar en ik krijg het niet terug. En ik kan geen zaak voorbereiden. Ja. Behalve, ik heb natuurlijk een hoop digitaal, maar... Helemaal naanslagwerk heb je niet. Kijk, als je tientallen procedures voert, dan ben je verkeer in chaos. Ja. Als in één keer alles weg is. Ja. Maar het gebeurt gewoon. Ja. En nogmaals, als ik het mensen vertelde, dan ze geloven je niet. Ze denken van, dat kan niet. Er moet meer achter zitten. Maar als er meer achter zit... Was het al lang klaar. Dan zaten jullie al met de veroordeling in de bak. Precies. En dat zie je dus ook keer op keer. Hè? Ook bij een Frits Seelen. Dat is dan in Duitsland, in Berlijn. Hoe dat daar leeggetrokken is. En maar, er is gewoon geen bewijs. Maar ze blijven gewoon die zaken rekken. En op een gegeven moment dan is zo'n ondernemer kapot. Tenminste, ze vanuit. Met meneer Van Laarhoven. Het is hetzelfde. Je kan niks vinden... En je maakt hem gewoon kapot. Hij zit in de cel in Thailand. Nou, dan kwijnt hij vanzelf al weg. Ja. Niks aan bewijs. Ja. Dus dat zie je ook nu met hetzelfde met die mentaliteit van meedogenloos. Hè? Dus je kent geen mededogen. Je kent niet iets van dat je op een gegeven moment denkt van nou, dit wordt me wat te gortig. Ja. Nee, het is een soort groepsvorming binnen de overheid. Ja. En dat heb je ook bij Van Laarhoven, zijn daar ook berichten van, dat ze daar heel triomfantelijk in Thailand zitten. Ja. Nee, van dat ze blij zijn, die gaan we eens pakken. Zo zitten die mensen allemaal samen. En het is een soort religie. Hè? Want als je dan spreekt, toevallig via een kennis... Dat klinkt mij toch wel vele malen erger in de oren.
Ja, maar ja. Het is wel, want ze hebben het idee dat ze met iets heel goeds bezig zijn. We zijn zo met een soort zuivering van de Nederlandse samenleving. Ja. En dat zie je ook, ik raad iedereen aan, ga op de website kijken. Dan zie je ook dat ze hele branches in kaart gebracht hebben van die risico's kunnen vormen voor ondermijnende criminaliteit. Bijvoorbeeld een autoverhuurbedrijf, daar kunnen criminelen daar een auto huren. En dan kunnen ze allemaal stiekeme dingen mee gaan doen. Dus wat gaan we doen? We gaan zorgen dat alle autoverhuurbedrijven ondermijnende criminaliteit veilig maar als je als crimineel een auto nodig hebt voor je misdaad, dan weet je één ding, dat doe je niet met een gehuurde auto. Nou, zij denken van wel, want ze kijken heel veel films. Ik ben niet crimineel, maar dat is toch wel het advies wat ik een crimineel zou geven. Ja, ik vind het verdacht dat jij dit nu zo weet. Ja, sorry. ik wist dit niet. Maar dat, ik bedoel maar iets, weet je. En dan de notariaat. Ja. Die hebben ze enorm onder druk gezet. Want die werkte mee aan allemaal transporten van panden waar een geurtje aan was. Notaris, die heeft gewoon een wettelijke taak. Als ik daar naartoe ga en ik wil iets kopen, een pand, dat hij dat passeert. Ga je gang, Jan, hè, met water. Maar wat doen ze nu? Dat merk je ook bij banken. Je kan niet meer, hoewel zij een ministerieplicht hebben. Ja. Zij moeten dat doen als je dat vraagt. Ze doen het niet meer, ze gaan een enorm onderzoek eerst doen, van kijken of die prijs niet te veel afwijkt. Helemaal niet hun taak. Nee. Als jij dan iets koopt voor iets wat onder de marktwaarde is, wij noemden dat vroeger, dan had je een koopje. Nee, dat is nu verdacht. Mag niet meer. Hoe verklaar jij dat dat zo goedkoop is? Nou, die man wilde eraf en ik had het geld ervoor en ik heb het gekocht. Ja, nee, dat kan niet. Ga ik niet passeren. En zo zie je dat het hele leven wordt in een greep gebracht van de overheid. Het is niets meer buiten het gezichtsveld. Het is een totale controle krijgen. En daar zien we nu natuurlijk in de coronacrisis excess van. Nu is de... Ja, maar dat was ook die vrouw die boodschappen kreeg van haar moeder terwijl ze in de bijstand zat. Hè? Ja. En je mag niks meer krijgen. Nee. Dus daarom zie ik ook die link met waar we nu in zitten. Het RIEK was echt het warmlopen, het opbouwen van een infrastructuur. De pionieren. Hoe gaan we dit inrichten? Hoe ver kunnen we gaan? Allemaal het lobbyen, onder de staat en de democratie, het geestenrijp maken. Ja. De mentaliteits... Ja, maar ook gewoon de infrastructuur klaarleggen. Hè. Dus de RIEK, daar zitten rechters, burgemeesters, belastingdienst en politie in. Zit er nog meer in? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk concreet het netwerk. Als je dat gestructureerd hebt, dan gaan al die mensen al over hun buiten hun boekje, letterlijk. Ja. Maar als jij dan aangifte gaat doen natuurlijk, dan gaat dat en je kom je bij een instantie die met de mensen aan tafel zit waar jij aangifte tegen doet. Nou, wat denk je wat met die aangifte gebeurt? Ja, dat zijn mijn vriendjes, die spreek ik elke week. Ja, dat is toch wel zo'n aardige man. Die gaat gelijk. Precies. Maar als tegen jou aangifte wordt gedaan, hebben we in Rotterdam gezien. Dat wordt altijd vervolgd. Hoe gek het verhaal ook is. Nou, het mooiste is, en die meneer die zie je vaak op Twitter allerlei ondersteunende, belachelijke dingen zeggen over politiegeweld. Dat is een agent. En die reed vroeger ook bij Fort Oranje rond. En als wij dan aangifte deden van brandstichting of knevelarij, of dat ging gelijk weg. En toen was er opeens een aangifte voor het snoeien van bomen zonder vergunning. Op grond van de boswet. Van de boswet. Jouw vader is toen die is vervolgd voor de boswet. Die zaak heb ik ook nog gedaan. Alleen, volgens de wet was het geen boom, maar een struik. Dus daarom is hij vrijgesproken. Maar ik denk dat er heel weinig mensen in Nederland vervolgd zijn voor de boswet. En zo zoeken ze... je kan zo gek niet bedenken of ze zoeken ergens een aanknopingspunt om je ergens op... Dus je mag niet eens een boom snoeien in Nederland. Nou, daar werd gelijk melding van gemaakt. Want ze hebben allemaal mensen gerecruiteerd op die camping die alles door zouden geven. Ja, het is een... eng is het. Ja. Onvoorstelbaar. Ja. Ja. Ik denk niet dat we die hele 20 jaar nu al besproken hebben. Nee, ik zei net al, we hebben een hele bestelwagen vol met dossiers. Ja. Echt, die gejat zijn. Die nu bij de Deutsche Steuerfahndung liggen. Ja. Dat ligt daar nog steeds? Ja. Dat ligt daar nog steeds. Okay. Dus dat is weer een reden waarom de Nederlandse overheid kan zeggen... ja, die hebben wij niet. Precies. Ja, ja. Precies. Ja. Onvoorstelbaar. Dus even kijken. Ik ga toch even kijken wat we allemaal nog... En een heleboel kan je inmiddels, net zoals met corona... als je maar gaat spitten op internet en je gaat wat inzage verzoeken doen, kan je een heleboel te weten komen zelf. Ja. Je moet alleen wel doen. Ja, en je moet weten waar je moet zoeken.
Jouw riek.is, dat wist ik dus niet. Ik wist sowieso niet veel van het riek. Behalve dat is niet dat van mij, hè? Dat is, Nee, maar jij kwam ermee. Ja. Dat bestond. Nou goed, dat is heel interessant natuurlijk. Ja, dat vond ik mij een mooie informatiebron. Ja. Even kijken, en waar we het ook nog niet over gehad hebben, tenzij je nog andere punten hebt natuurlijk, is die verstrengeling met tussen advocatuur en rechters met die rechterplaatsvervangers die dus geleverd worden vanuit De grote kantoren, zoals AKD. Ja. AKD schijnt dan buiten de Randstad te zijn. Dus Pels Rijk is de landsadvocaat. Die doet de zaken voor het landelijke, het Rijk. Ja. En dan heb je de AKD, die is dan voor gemeentes en provincies. Wordt vaak door gemeentes gevraagd, maar dat zijn grote kantoren die dus een innige band hebben met overheden. Ja. En wat je vaak ziet is dat partners mensen die bij die kantoren werken ook ergens een rechter of raadsheer plaatsvervanger zijn. Ja. En dus eigenlijk dan dus zowel advocaat bij het kantoor werken voor die overheid en in de rechtspraak zitten. En dat zijn er niet weinig, hoor. Ook bij gerechtshoven, ze zitten overal. Ja, je kan mij niet vertellen. En ze hebben cursussen natuurlijk ook. Ja. Dat die rechters niet onderling met elkaar contact hebben en praten. Ja, onze epoch nummer 11 komt begin maart uit. En ik heb daar één groot artikel in, waarin ik heb uitgezocht hoe rechters benoemd worden. Ja. Advocaten staan ook ergens ingeschreven bij een rechtbank. Maar rechters, die worden dan zogenaamd door de kroon benoemd. Ik weet niet hoe dat voor rechterplaatsvervangers gaat eigenlijk, maar ik neem aan niet heel veel anders. Maar die benoeming gaat heel anders in zijn werk. Er is een landelijke selectiecommissie rechters, daar zitten rechters in. Die selecteren niet alleen maar kandidaten om rechter te worden, maar die benoemen ze ook. En de kroon bekrachtigt dat slecht. Huh. En die benoemingen zijn voor het leven allemaal. Ja. Dus rechters benoemen rechters. Er is totaal geen enkele controle of correctie op mogelijk. Nee, maar de achterliggende gedachte is natuurlijk dat het onafhankelijk moet zijn. Ja, maar benoem maar rechters of wie benoemt. Ja. Ja. Het is gewoon. Nee, maar je moet een correctie erop kunnen uitoefenen. En niet vanuit de overheid, maar gewoon vanuit het volk. Nee, je begrijpt niet dat jij actief bent in de rechterlijke macht en op deze manier werkt. Kijk, toen wij begonnen met procederen, 20 jaar geleden. Toen was het nog niet zo erg als nu. Hm. We werden in heel veel zaken kregen we gelijk. Ja, toch wel? Ja. Oké. Ja, maar de laatste jaren zie je dat we krijgen nooit meer gelijk. Nee. En dat zijn zaken die zijn zo evident. Het gaat niet om nuances meer. Het gaat echt over grove inbreuken. Ja. Waar je geen gelijk, en dat zie ik ook nu met die corona, die zaken die wij nu gevoerd hebben, dat zijn inmiddels meer dan 10, denk ik. Vanuit viruswaarheid. Ja. Vanuit viruswaarheid, dat je nergens, terwijl het gaat om essentiële grondrechten, om fundamentele mensenrechten. Die zaak laatst van die PCR-test voor terugreizende Nederlanders, dat sloeg alles. Jullie kregen gelijk en diezelfde rechter kwam een week later op zijn eigen vonnis terug. Ja. Dat kan niet. Is dat ooit vertoond? Ik heb zo vuur als dat, geloof ik niet. Maar nee, nou, ik weet niet waar het aan lag dat wij daar, of die man met kerst. Ik weet niet. Maar ook dat hebben we vaak gezien, hè? Met die 843 kort gedingen voor het Oranje. Wonnen we de eerste en diezelfde rechter in de tweede glansrijk verloren. Ja. En vervolgens werd ook nog dat in voorlopige voorziening of in incident in appel werd ook nog eventjes het eerste vonnis weer terug. En daarom, want veel mensen vragen zich af van waarom doen wij dat? Hè? We worden vaak een paar gekkies die je verliest elke zaak. Maar wij hebben geleerd in al die jaren dat ook al verlies je een zaak, er zijn altijd nieuwe aanknopingspunten en er komt altijd iets naar boven, want ze gaan zich verdedigen, ze komen toch met een stuk. Ja. En dan komen er altijd weer nieuwe. Ze maken fouten. Er komen toch weer nieuwe stukjes informatie boven water. Ja. En ze vinden het vooral heel vervelend. Ja. Want ze vinden het heel vervelend om met naam en toename en kop. Ja. En dat is natuurlijk onze kracht. Want niemand kan zoveel procederen als wij. De enige vergelijkbare casus als ons is misschien de familie Poot. Ja. Die hebben ook zoveel geprocedeerd. Ja. Maar voor normale mensen. Maar die zijn ook niet meer in Nederland. Die wonen in Portugal nu. In Zwitserland. Zwitserland, ja. Of beide, maar dat is niet zo. Ja. Nee. Maar op een gegeven moment, dat gaat je niet in de koude kleren zitten.
Nee, dat gaat je niet in de klauwen kleren zitten. Nee. Dat klopt. Maar dan zie je ook bij die rechtspraak, ze hebben die barrières om bij de rechtspraak te komen, hebben ze ook flink verhoogd. Hè? Ja. Die met griffierechten verhoogd. Mm. Toevoegingen verlaagd. Hè? De mensen die hebben eigenlijk ook nauwelijks nog toegang tot de rechter. En als je dan toegang hebt... Ja, en grappig is er natuurlijk bij te bedenken dat die rechters die dat ambt bekleden, maar ook al die advocaten die daaraan meewerken en dus niet protesteren. De vraag is natuurlijk, waarom doen ze dat? Waarom protesteren ze niet? Want als we dit traject blijven volgen, dan gaat toch niemand meer protesteren? Dan houdt hun beroep sowieso op te bestaan. Ja. En toch dus hoor je ze niet. Nee, precies. Eigenlijk werken ze naar hun eigen ondergang. Ja, maar dat is met de vernietiging van het MKB sowieso. Zonder ook. MKB heb je geen economie. Dan houdt het land toch op, zou je denken. Ja, dus waren het niet dat je natuurlijk... Dat zag je bij de deurwaarders, zag je dat. En later dus met die grote kantoren. Ze zijn altijd bezig. En met de bedrijven zie je het nu ook. MKB-bedrijven. Al die kleintjes, die zijn lastig. Ja. Want als al die kleintjes diezelfde richting uit moeten krijgen, dat is heel veel werk. Als je een paar grote hebt, die pak je bij de oren. En dat wordt een soort symbiose. Wat je net al zei met die kartels ook, dan is niet meer duidelijk wie nou wie stuurt. Ja, maar je ziet het op gemeentevlak al. Hè. De gemeente zit heel graag met IKEA aan tafel, want dat vinden ze dan een evenwaardige partner. Maar met een paar ondernemertjes uit de binnenstad, die ruimen we gewoon op. Precies. Zet maar een kruidvat neer, want met kruidvat kunnen we gewoon zaken doen. En om de tafel maar een IKEA en de... Maar niet met de ijzerwinkel. Dat zie je ook met die advocatuur. Al die eenpitters, al die kleine kantoren, die zijn allemaal weggevaagd. Ja. En, komt dat ook niet door die hele keurmerkenindustrie en al die koepels die er gemaakt zijn? Maar waar komen die keurmerken allemaal vandaan? Nou, kijk, je ziet het ook bij die gerechtelijke... Je hebt zo'n gerechtelijke expert keurmerk, meen ik. Dat is volgens mij nog heel jong. Waarin mensen die de NVVK, die rapportages op mogen maken. Je bedoelt bewindvoering voor de schuldhulpverlening? Nee. Echt, die echt specifiek voor sectoren waardebepalingen kunnen maken en rapporten kunnen schrijven. Daar is twee jaar geleden, meen ik, een nieuw keurmerk voor opgekomen. Nou, en iedereen die daarbij ingeschreven staat, ik heb het letterlijk gezien, die haken gewoon af op zaken die... waarbij eigenlijk de uitspraak al andersom moet zijn dan waar diegene belang bij heeft. Ja. Dus die gaat dat niet meer doen. Ja. En zo zie je dus ook die zuivering vanuit de branche zelf. Hè. Zoals je nu ook met corona ziet, dat ze zelf worden ze nog fanatieker dan de overheid zelf. En dat, met die ondermijnende criminaliteit zie je dat ook heel sterk, dat branches dat serieus, die pakken dat frame op. Zeggen, daar moeten we inderdaad hard tegen vechten. Trouwens, hier in Groningen was er ook zo'n bedrijf die grond verkocht. Potgrond verkocht. Die hebben ze toch ook, dat is ook het druk geweest. Die heeft ze het land uitgejaagd. Hè. Die dat zit nu in Spanje. Niet. Ja. Ja. Hoe heet die nou? En dat was grond, die werd ook veel gebruikt door de wietindustrie. Ja. Dus wat doe je? Ja. Je gaat diegene die dat leveranciert, faciliteert, die ga je pakken. Ja. En zo pakken ze dus systematisch, kunnen ze hem niet direct pakken, dan pakken ze wel de toeleverancier of iemand anders waarvan ze afhankelijk zijn. Dus er zitten een hele groepen zitten bij elkaar te kijken van hoe kunnen we dat aanpakken. En dan natuurlijk de nodige marketing erbij, hè, want dat is natuurlijk een onmisbaar onderdeel van... van dit hele verhaal, want de PR is... Een burgemeester die is... of een wethouder die de ellende is natuurlijk... Stevig wel overkomen. Ja. Verschrikkelijk. Nou, ik denk dat dit lang genoeg geduurd heeft om nog enigste... Er moet bij mij even dalen in ieder geval wat er allemaal gezegd is. Dan gaan we het even weer opnieuw in kaart brengen en... Ik hoop, Jan en Jeroen, dat we nog een vervolg kunnen geven aan dit gesprek over een tijdje. Jullie zaken die voorkomen, daar ben ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar. Dus we filmen wel eens een zaak in de rechtszaal. Je bent van harte welkom. Wellicht dat we gewoon dat gaan doen. We hebben wanneer staat die op het programma? In mei, volgens mij. In mei staat het programma. Getuigen voor van meneer Noord-Anus. Okay. Ja. In Breda. Ja. Ja. Ben heel benieuwd. Nou, dan gaan we even kijken of we daarbij kunnen zijn. Wellicht voor die tijd of na die tijd gaan we nog een keer om tafel. Heel veel dank dat jullie hier zijn. En respect voor de enorme strijdbaarheid waarvan iedereen zich afvroeg in het begin van Viruswaanzin en daarna Waarheid waar die vandaan kwam. Maar dat is nu helemaal duidelijk.
Ik hoop ook dat u nu in één keer helemaal duidelijk heeft waar de strijdbaarheid en de daadkracht van viruswaarheid vandaan komt. En ja, wat ze al achter de rug hebben. Beide heren, bedankt voor de aanwezigheid hier helemaal naar Groningen gekomen. Goeie reis terug. Jij bedankt voor de mogelijkheid. Ja, ja. Dank voor de uitnodiging. Okay. Dank voor het kijken. Abonneer je op ons eigen BlueTube-kanaal. Dat is de vervanger voor YouTube. Want we gaan natuurlijk langzaam afbouwen op YouTube en een beetje afscheid nemen van al die censuur die daar plaatsvindt. Ons eigen platform BlueTube.studio staat in de stijgers, is bijna af, zo goed als. U kunt daar al onze uitzendingen bekijken op gewone YouTube-kwaliteit. U kunt een likeje geven, u kunt zich erop abonneren. En u kunt zich ook met inschrijven en dan krijgt u ook onze catalogus thuisgestuurd en dergelijke. Wij zien u heel graag bij de volgende uitzending terug en we hopen met weer interessante gasten aan tafel. Volg ons op Facebook en YouTube en Twitter. En dan zien we u weer terug. Tot ziens.